مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منصور خدا ہوتا ہے. Dames en heren luisteraars, van harte goedemorgen en welkom tot deze aflevering van Rashid Pirkans Kal Ajor Kal. Dit is gisteren, vandaag en morgen voor zaterdag 24 oktober 2020. Kal Ajor Kal wordt live uitgezonden vanuit Paramaribo, Suriname en is nu te beluisteren via de RBN radiofrequenties RP de Hot One 89.7 FM. Deze uitzending is ook te beluisteren via ECMI Radio 91.3 FM. In een simulcast zit deze uitzending in Nikeri op de 103.5 FM. Kal Ajor Kal is ook live te zien via YouTube. Daarvoor gaat u naar de YouTube source, is laat in RBN Suriname. Dan zult u deze uitzending ook kunnen zien. We zijn ook live via Facebook, dan wel via Alpha Channel Suriname Facebook. Online is deze uitzending te beluisteren via de website van Dagblad Suriname. En daarvoor gaat u naar tbsuriname.com. En landelijk te zien in ons eigen land Suriname is Rashid Pirkans Kal Ajor Kal vandaag te zien via Rabar Broadcasting Network RBN, kanaal 5.1. Mijn naam is Farid Pirkan, ik ben uw presentator voor gisteren, vandaag en morgen. Rashid Pirkans Kal Ajor Kal en zeg tegen u allemaal assalamu alaikum. Vandaag hebben we een gast in onze uitzending. Normaliter doen we geen gasten als zodanig op de zaterdag, maar vanwege het feit dat we nog in onze avondklok zitten, waarbij het soms lastig is om gasten ook nog live op de woensdagavond te krijgen vanwege avondklok, waarbij niet iedereen beschikt over een avondpas, doen wij uitzonderingsmomenten op deze zaterdag. Omdat dan het makkelijker is voor onze gasten om ook live in de uitzending te komen. En zoals u weet is Kal Ajor Kal altijd live. Vandaag hebben we in de studio mevrouw Serena Esset. Ze is van de politieke organisatie A20. Van beroep is ze advocaat. Serena, welkom in Rashid Pirkans Kal Ajor Kal. Heel hartelijk dank en goedemorgen aan alle kijkers en luisteraars. Oké. Serena, vertel me, heb je goed geslapen gisteravond, by the way? Wel, ik kan niet zeggen dat ik helemaal wakker ben geworden vol enthousiasme van een lange avond. Maar ik ben wel enthousiast om hier te zijn vandaag. Oké. Dus een beetje moe, maar het gaat zeker. Oké, we gaan je wakker houden. We ervoor zorgen dat met die vragen en die antwoorden van jou, dan zullen we ervoor zorgen dat we allebei maar wakker blijven in deze uitzending. En vooral die kijkers moeten wakker blijven. Oké, geweldig. Serena, je bent van beroep advocaat. En hoe lang oefen jij je beroep al uit? Ik praktiseer 10 jaar in totaal. Dus dat betekent 10 jaar ben ik al in de praktijk. En ik ben beëdigd intussen 3 jaar als advocaat. Ah, en wat voor processen krijg jij meestal te doen? Ik doe civielrecht, met name ook wat strafrecht nu. Met name civielrecht. Het is eigenlijk, om het makkelijk uit te leggen, alles dat niet tot het strafrecht behoort. Dan praten we over het erfrecht, personen- en familierecht, denken aan echtscheidingen, voogdijzaken, contractenrecht, ondernemingsrecht. En ook, ik ben me nu ook aan het richten op het strafrechtelijk gedeelte. Ah, oké. Wat de echtscheidingszaak aangaat, zijn dat een heleboel? Het zijn een heleboel. Wat interessant is, was vorige week donderdag, heb ik voor het eerst in die 10 jaar meegemaakt, of althans met COVID is alles een beetje nieuw, dat de politie erbij moest komen bij het kantongerecht, want er waren zoveel mensen aanwezig om te scheiden, dat het was gewoon veel te veel. En de politie moest de mensen vragen om de plek te verlaten. Ja, ik heb ook gemerkt, ik heb dat gezien, dacht ik, op een foto. Waar mensen nog buiten moeten staan. Klopt, ze hebben vanwege COVID. Dat is vreselijk hoor. Want nu is er 1 tent, dan was er geen tent, nu is er wel een tent. Maar ja, die tent kan niet ieder accommoderen. Is het niet een beetje lastig voor de klanten, voor de mensen, dat ze allemaal zo zichtbaar zijn van, ik ben in de rij, want ik ga scheiden, jippie-kajee. En vanaf en straks ben ik vrij. Het is een verschrikking. Het is niet prettig. Meestal is dat iets privé, hè? Klopt, het is iets privé, het is niet prettig. Maar we hebben gezien, ook de opening van het zittingsjaar is geweest, begin oktober deze maand, waarbij de waarnemend president van het Hof duidelijk heeft aangegeven hoe moeilijk het is geweest om aan middelen te komen bestemd voor die rechtspraak en voor de rechtsontwikkeling. Dus ik stel me zo voor dat het Hof allerlei zaken wilt uitvoeren om het zo aangenaam als mogelijk te maken voor de justitiabelen, zoals een goede tent of meerdere tenten enzovoorts. Maar de waarnemend hofpresident heeft duidelijk gezegd dat financiën een groot probleem is en die moeten nog steeds beschikbaar worden gesteld door de regering. Dus ik hoop dat op enig moment het Hof over haar eigen budget zal kunnen beschikken. Ja, want het is altijd de bedoeling, ze vragen al een paar jaren daarna dat ze een eigen budget willen. Precies, en het is ook belangrijk, want je wilt zelf kunnen bepalen en beslissen
hoeveel geld het budget uitbestaat en waarin het aan besteedt. Mm-hmm. En wanneer je daarover beschikt. En nu heb ik begrepen, er zijn allerlei dingen die moeten worden uitgevoerd, maar die middelen zijn niet daar. Ja. En dat is helemaal niet goed voor die rechtsontwikkeling. En rechtspraak is gewoon, het is, als je kijkt naar de trias politica, mm-hmm. is de rechterlijke macht een van de pilaren die die rechtsstaat intact moet houden. Ja. Dus het is cruciaal dat dat moet komen. Oké, okay, gegeven moment vond je het nodig dat je zegt van kijk, ik vind het leuk dat ik advocaat ben. Ik vind het leuk dat ik mijn jaar heb gedaan op ADEC. Daarna ben ik advocaat geworden. En dan kan ik mensen ook bedienen daar. Maar op een gegeven moment heb je in je leven gezegd, weet je, ik wil toch wat anders bijdoen. En ben je de politiek ingegaan. Klopt. En van waar? Je kon me toch niet zeggen dat je ingeving hebt gehad? Heb je ingeving gehad? Onder andere, maar wacht, ik zie al hoe dat... Ja, want het is spannend. Het is heel spannend. Vertel me die ingeving. Ik vraag me af, waarom kreeg ik... Ik wil ook een ingeving. Waarom gaat een ingeving krijgen? Ja, maar vertel me. Want... Kijk, laat me het gewoon simpel. Want het is niet complex, het is heel simpel. Mm. Laat me het, om het makkelijk vertaald uit te leggen, is echt een overtuiging diep in je hart. De politiek, men zegt dat het vies is. Mm-hmm. Ik zeg, wij hebben in Suriname er een behoorlijk vies spel gemaakt, maar de politiek hoeft niet vies te zijn. Maar de keiharde realiteit is dat de politiek, het is een toffe arena om in te stappen. Het is niet maals. En ik had het niet in mijn planning van mijn carrière. Ik zal de politiek ingaan, heel integendeel. Kijk ik altijd naar de politiek met een beetje fronsende wenkbrauwen. Mm-hmm. Vanwege alle malversaties die daarin plaatsvinden. Maar op enig moment heb ik kunnen constateren hoe Suriname vernietigd wordt. Structureel, dus het is niet de schuld van één regering. Maar dan zie je gewoon keer op keer op keer weer de ene regering erger dan de andere. Laten we dat ook zeggen. En mijn hart bloedde daardoor. Waarom tijdens de verkiezingen, toen ik A20 had uitgenodigd, ben jij niet gekomen? Maar ze hadden andere mensen gestuurd. Ik weet het nu niet. Maar je weet het niet meer, want hè? Ik moet wel zeggen... Want je had een drukke agenda. Het was wel echt druk. Ah. Maar... Oh, misschien als je hier was gekomen, dan had je meer dan 401 stemmen gehaald. Misschien. Oh, misschien had je meer stem gehaald, dan had je 402 gehad. Of 403. Of 403, want die ene waarover ik had, hè? Ja. Nee. Hoe komt het dat nieuwe mensen, die zo enthousiast zijn in de politiek, en daar zijn een heleboel van geweest, onder andere mensen uit A20, we hebben ook mensen gezien uit Pro, we hebben mensen gezien in de jaar 91, yes. Maar dat was de 91, geen nieuwe politieke organisatie, maar er waren wel wat nieuwe mensen erin. Hoe komt het dat de burger jullie valikant heeft afgewezen? Ik denk dat er twee dingen spelen. Aan de ene kant is het gewoon nieuw. En over het algemeen is de mens wat huiverig voor iets nieuws. Wat begrijpelijk is, want wat we al hebben, we weten hoe we daarmee moeten dealen. Maar wat nieuw is, we weten nog niet wat we daarvan moeten verwachten. Toch, en op enig moment waren die politici die nu al de gevestigde orde zijn, die waren op enig moment ook nieuw, waren ook enthousiast. En die hebben ook teleurgesteld. Dus de rest zegt het volk, het zijn een paar nieuwe mensen erbij die zich politiek profileren, maar ik weet nog niet of ik ze kan vertrouwen, want ik heb hun track record in die politieke arena nog niet kunnen zien. Tegelijkertijd hadden we die situatie waarbij het volk over het algemeen wel echt af wilde van regering Bouterse. Dus ik denk dat men voor wat deze verkiezing betreft het zekere voor het onzekere heeft genomen, eerder voor een keer geld gekozen heeft en zeggen van kijk, wij hebben al gezien hoe het eraan toe is gegaan met de NPS en de VHP, NPL in een regeringsformatie. Dus we gaan daarvoor en dan weten we zeker dat we in elk geval afkomen van regering Bouterse. Dus ik denk dat dat onder andere ook gespeeld heeft. Mm-hmm. En eigenlijk gewoon de vrees voor iets nieuws. Maar tegelijkertijd zeg ik, Suriname is niet uniek in deze situatie. Er zijn meerdere landen geweest waarbij nieuwe mensen aangetreden zijn die echt rechtvaardig zijn. En dan zie je dat die verandering op gang komt. En daarom heb ik ook gezegd, ik ga niet stoppen. Mm-hmm. Dit is het begin. En het volk moet ons ook nog leren kennen. Oh. Dus wij gaan keihard verder en strijden tegen het fundamenteel onrecht. Oké, een gegeven moment tijdens de verkiezing kwam er een oproep van stem slim. Ja. Blijkt het nu dat die mensen slim genoeg waren? Kennelijk niet. Want er was een oproep van een maatschappelijke groepering die uiteindelijk zei stem slim. Ze hebben weliswaar niet gezegd om te zeggen op wie, maar je kan direct bevroeden waar het naartoe moest. Ja. Laat me ook zeggen in de eerste plaats, ik begreep de gedachtegang wel. Want
wat Suriname graag had gewild, als je nu dan evalueert, dan moet je ook eerlijk zijn in die evaluatie. Suriname had graag ook gewild een bundeling van die kleinere partijen, wat niet tot stand is gekomen. En dat is ook de reden waarom StemSlim is geboren. Waarbij de initiatiefnemers hebben gezegd van kijk, als die bundeling niet kan komen, laten we gewoon het zekere voor het onzekere nemen. Want wat wij willen af van regering Bouterse. En ik heb het heel mooi gelezen in een artikel dat A20 onlangs heeft gepubliceerd. En daarin staat, het enige wat het volk moest doen was StemSlim, de Abon City. En nu zie je dat de dingen die beloofd zijn, daar praat ik nu niet over over herstel van die economie, want geen enkele regering heeft een toverstok, laten me haast om dat te zeggen. En de regering gaat gewoon echt tijd moeten worden gegund om die economie te kunnen herstellen. Dus ik heb het niet daarover, maar er zijn andere zaken zoals benoemingen, et cetera. Dan zie je van, oké, niet alles wordt geschied zoals beloofd. We komen straks daarop terug. Ja. Dames en heren, we praten met Serena Esset. We gaan u als beller, als kijker, als luisteraar ook de gelegenheid geven als u Serena een vraag wenst te stellen. Algemene vragen mogen ook. Ze is politicus, ze is van beroep, is ze advocaat. Dus u mag er ieder maatschappelijke vraag stellen in deze uitzending van Rashid Pirkans Kalajorkel. En we gaan u straks de gelegenheid geven. Maar ik ga eerst alvast met de eerste vragen beginnen. Jij maakt je heel erg bezorgd over corruptie. Klopt. Maar daar maken we ons al straks 45 jaar om bezorgd. Het langer is dan dat. Nee, maar straks zijn we 45 jaar. Dus ik tel 45 jaar even af. Waarom maak jij je zorgen erover? Omdat ik geloof dat corruptie een van de fundamentele zaken is die zorgt voor de achteruitgang van Suriname. Waarbij het niet zo is dat de middelen er niet zijn, maar dat die middelen niet goed worden besteed. En dat die middelen worden aangewend om mensen, een selecte groep zichzelf verrijkt ten koste van het volk. En dat gebeurt eigenlijk keer op keer, nogmaals bij de ene regering erger dan de andere. Maar zolang je de systemen van corruptie niet kan doorbreken, ook al halen we miljarden binnen, we hebben onze oliefondsen die liggen daar, ook al krijg je tonnen binnen als land, als je daar regeerders hebt die dat geld gaan aanwenden voor hun eigen zak en niet ten behoeve van het volk, dan gaat die ontwikkeling niet komen. En daarom denk ik dat wij zullen moeten blijven strijden tegen corruptie. We hebben nu een anticorruptiewet die daar ligt. Er zijn genoeg landen die er voorbeelden van zijn. Landen die eigenlijk schatrijk hadden moeten zijn. Maar je ziet dat vanwege corruptie die natuurlijke hulpbronnen niks betekent voor het volk. Want ze worden gewoon niet goed besteed. Dus ik denk dat er zijn, het is ook bewezen al in andere landen in de wereld, wat je daar tegen moet doen. En daarom dat ik me zo sterk daarvoor maak. Omdat ik niet geloof dat het een verloren wedstrijd is. Oké, als je zegt corruptie bestrijden, want we stelen te veel, er blijft weinig geld over voor de natie, want er gaat te veel weg ergens en et cetera. Wat zou jij doen? Hoe zou jij het bestrijden? Okay. Want nu zeg je, ik vind dat men heeft gecorrumpeerd in het verleden of whatever. Wat zou je willen doen ertegen? Hoe zou je het aanpakken? Nou, hoe ik het zou aanpakken is als volgt. Een mooi voorbeeld van hoe corruptie goed is aangepakt is in Botswana en in Zimbabwe, die vergelijking daar. Op enig moment begin jaren 90, zijn Botswana en Zimbabwe eigenlijk op dezelfde voet qua armoede, schandalig arm. En dan zie je dat er in Botswana een ommekeer komt met betrekking tot corruptie. En hoe komt dat je krijgt een situatie waarbij wantoestanden aan het licht komen door klokkenluiders. Daar kom ik zo meteen op het belang van klokkenluiders. En dan zie je dat er vanwege het feit dat de klok zodanig geluid wordt dat eigenlijk maatschappelijke druk wordt uitgeoefend op die regering. En zodoende krijg je een situatie gaande richting transparantie, beter dan voorheen. En dan zie je dat Botswana Zimbabwe razendsnel inhaalt in haar ontwikkeling. En nu een van de rijkste landen is in Afrika. Althans, een van de goed ontwikkelde landen. Je bedoelt Botswana? Botswana. Maar geen Zimbabwe? Nee, dat zei toch. Botswana haalt Zimbabwe dan significant in. Zimbabwe is helemaal bankroet nu. Want die corruptie daar is blijven voortduren. Dus, het eerste wat ik zou doen, het makkelijkste om te doen is, om de mensen die wantoestanden zien, dat zijn de mensen die daar zitten op de werkvloer binnen het ambtenarenapparaat,
hun de gelegenheid geven om de klok te luiden hoe. Nu op dit moment is rancune een keiharde realiteit. En daarom zijn er zoveel die bang zijn om iets te zeggen. En je moet het hebben van de klokkenluiders. Die klokkenluiders ga je moeten beschermen door middel van anonimiteit, waarborgen. Dat vind ik persoonlijk een manco in die anticorruptiewet. Waarbij je ziet in artikel 5 van die anticorruptiewet dat de melder verplicht is om diens naam en adres en gegevens door te geven. En dan is de kans heel klein dat ze dat gaan doen, omdat rancune in Suriname realiteit heeft. En dan zie je dat mensen monddood worden gemaakt. Wanneer je nu een systeem kan introduceren van anonimiteit, wat overigens meesterlijk gewerkt heeft in Georgië, waarbij je ook ziet dat corruptie daar is bestrijding vooruit op is gegaan, door middel van anonieme meldingen mogelijk maken. En dat naadloos afgestemd op de verschillende branches. Dus in de medische sector moet je het afstemmen op die branche, hoe dat eraan toe gaat, binnen het korps, binnen de douaneambtenaren, zodat je op de hoogte bent daarvan. Wanneer je nu op de hoogte bent, moet je dan overgaan tot het afstraffen daarvan. Want je kan 100 weten wie steelt, maar als je ze niet aanpakt, dan heb je daar niks aan. Dus nu hebben wij op dit moment, we hoeven daarvoor nu niet veel te doen, want al die modellen, al die tools zijn er. We hebben het wetboek van strafrecht ligt daar. Het wetboek van burgerlijke rechtsvordering ligt daar om over te gaan tot beslaglegging, terugnemen van de gestolen goederen enzovoort. Waardoor je dan over kan gaan tot afstraffen ervan. Wanneer het volk dat dan gaat zien dat je dat serieus aanpakt, kan dat dan een ripple effect hebben. Zoals wij gezien hebben ook in Singapore. Toen de president die voor die reformatie hier gestorven aantrad, was er daar een hele hoge functionaris, het moet een minister zijn geweest, gaat op zakenreis met een zakenman en zakenman betaalt voor alles. Hij komt terug en de president zegt daar, dit riekt naar corruptie, dus ik ontsla jou. En wanneer je dan ziet, het volk ziet van wacht even, er worden echt maatregelen getroffen wanneer zaken in het licht komt, is het volk veel eerder geneigd om het serieus te gaan nemen. Ja. Maar dan moet je overgaan tot handhaving van die wetgeving om die corruptie aan te pakken. En okay, dan zijn er nog andere zaken. Maar weet je wat ik een andere keer ga doen als ik jou uitnodig? Wat? Ik ga je één vraag stellen. Ik ga op vakantie, dan kom ik terug. Want ik vraag me af of je mij een kans geeft om een tweede vraag te stellen. Nee, sorry. Nee, is een grap. Maar dat betekent, je hebt een flinke babbel. Dat bedoel ik er niet te zeggen, hoor. Maar ga je gang. Ja, er zijn, dus dat zijn dingen die je kan doen op kort termijn. Wanneer ik kijk naar de geschiedenis van klokkenluiders, is het vreselijk interessant. De rol die een klokkenluider speelt in een natie. Het komt van de 19e eeuw, die term, waarbij letterlijk de klok werd geluid. In het Engels noemen ze lighthouse-keepers. In Zuid-Afrika zijn het de public sentinels, noemen ze het daar. Omdat de klokkenluiders als een bewaker van de natie wordt gezien. Maar er is een hele mooie, een heel mooi gezegde dat luidt. To blow the whistle, dat is in het Engels, klokkenluider is whistleblowing. To blow the whistle is not like telling the truth, but it's more like committing the truth, because it's like committing a crime. Waarom? Wanneer de klok wordt geluid, worden die klokkenluiders zo rancuneus behandeld dat je rekening moet houden met het leven van die persoon die op het spel okay, daar ligt. Serena en Seth, daar praten we mee. Serena, alles wat je daarnet hebt verteld, heb ik al een behoorlijk aantal keren gehoord van verschillende mensen die hier zijn gekomen. Want we doen deze uitzending al 25 jaar. Dus in feite zeg ik tegen mezelf van, weet je, ik heb dit al vaker gehoord. Maar hoe komt het dat iedereen min of meer hetzelfde zegt wat jij zegt, maar we zien toch dat die film anders wordt gedraaid wanneer men eenmaal heeft gewonnen. Want neem aan de regering Boutersen. Toen meneer Boutersen, voormalig president Boutersen, voor het eerst aan de macht kwam, heeft hij gezegd, hij gaat corruptie bestrijden. En het blijkt achteraf een van de meest corrupte regeringen aller tijden zijn geweest. Ja. En zo kunnen we verder gaan in de geschiedenis, waar je schandalen van die aard hebt gehad. En wat jij zegt, dat zeggen alle mensen. Mm-hmm. Maar hoe komt het en waar ligt het aan, dat men nadat men heeft gepraat, dat men die verhaal heeft verteld, het niet meer wordt geëffectueerd, datgene wat men heeft gezegd. Voornamelijk niet alleen de regering, maar voornamelijk het parlement, dat de regering moet controleren. Want wij kiezen geen regering, wij kiezen een parlement. Klopt. Een regering wordt ietsje gekozen en dan mag je daar gaan zitten. Maar wij kiezen een parlement, wij kiezen ook niet eens een president. Hè? Klopt. Dus hoe komt het dat de organisatie, het instituut dat ons werk moet doen, dat is het parlement,
ja, toch mank gaat. Juist. Ik heb het niet over deze, maar we hebben het verleden achter ons wel. Ja, alle regeringen hebben dat beloofd. Naar mijn mening is de reden waarom dit structureel voortgang vindt bij de ene regering erger dan de andere, is de oorzaak hiervan gelegen in patronagepolitiek. Wat is die patronagepolitiek? Patronagepolitiek is afgeleid van het woord van een patroon. In het Spaans is dat el patrón. De patroon is degene die dus in een bepaalde machtspositie is en die dan voor iemand die in een lagere machtspositie is, noemen ze dan de cliënt, voordelen en bescherming kan bieden. En dan merk je dat zo deze cliënt kan weer patroon zijn op zijn beurt van een andere cliënt, waardoor je zo'n patronagenetwerk krijgt. Wat gebeurt er? Zie je dan, dit is vanaf de slaventijd zo. Wat zie je dat er gebeurt? Goederen worden op die manier subtiel schaars gemaakt. Ik ga het met een voorbeeld illustreren, bijvoorbeeld grond. Toch? Eigenlijk volgens de wettelijke procedure moet je binnen 6 maanden horen of je in aanmerking komt voor je beschikking. Hier ga je bijna dood en je hebt nog niks gehoord. Maar dan zie je voor een selecte groep is het wel toegankelijk. Dus het middel is subtiel schaars gemaakt, zeg ik tussen aanhalingstekens. Wat gebeurt er dan? Iedereen houdt elkaar zo zeg maar bij de ballen. Vanwege de belangen die gaan spelen om dat netwerk in stand te houden. En waarom wordt dat netwerk in stand gehouden? Meestal is het dat netwerk wat een partij en diens achterban bindt. Want ik ben deel van jou, lid van jouw partij, dat is over het algemeen hoor. Omdat jij me kan beschermen, jij kan iets voor me doen, want dat middel is schaars. Ik heb een baan nodig, ik heb grond nodig, ik heb middelen nodig die ik eigenlijk normaal niet kan krijgen. En daarom moet ik dan tot jouw netwerk behoren. Okay. We gaan even jou blokkeren. We hebben een beller aan de lijn. We gaan de beller altijd eerst de gelegenheid geven, omdat jij en ik altijd door kunnen gaan. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Bedankt voor het wachten. Gaat uw gang. Goedemorgen, meneer Pilkan. Goedemorgen. Ik ben Rudy. Ja, een Rudy. Een bekende van u, zo'n beetje. Weet u wat ik jammer vind? Iedereen praat. En daarom wil ik aan mevrouw Esset vragen. Ze is zo goed gestudeerd en goed geleerd. Beter dan ik. Maar men probeert het probleem financieel, dat klokkenluiders en zo te zoeken. Maar dat heeft Suriname niet nodig. We gaan ons vergelijken met landen waar miljoenen mensen wonen. Bij ons is het probleem volgens mij het apartheidsysteem. Als men daaraan gaat werken zodra men begint, ja, om Suriname tot één land te maken, niet van Hindustanen, Javanen, Kriolen, dat, dan hebben we een hele andere oppervlakte om te gaan werken. Want nu is het om het af te maken, wat er nu gebeurd is. Ga naar Para. Dan ga je horen, het is de Hindustanen. Ga naar Lelydorp. Daar is het de fotoman. Ga naar waar je dan ook wil, waar een andere bevolkingsgroep overheerst. Dan is het gelijk de schuld van die andere. Oké. Okay. En nu uw concrete vraag. Men heeft mij zelf gezegd, want ik was 55 jaar in Nederland. Ik keer terug. Ik stel een vraag aan iemand. Hoe zit het met de politiek? Ja, maar we moeten nu even naar een vraag gaan. Weet wat het antwoord was? Ja, bent u er nog? Ik wil graag dat u overgaat naar de vraagstelling. Ja, ik ben er nog. Ja, maar u moet nou even gaan naar een concrete vraagstelling. Ja, gaat u gang. Oké, de vraag, wat men antwoord gaf is, de Kulinyang noemt de Blakamaunyang. En zelf in het parlement heeft Hooghart dat gezegd. Want Blakamaunyang is een goede van een voer. Dan moet men ogen open gaan
Okay. Dus mijn vraag is aan welke politieke partij dan ook. Laten we beginnen met ons een eengezin te maken. Prima. Ik denk dat en dat is mijn vraag aan mevrouw Essep. Okay. Wat is de mening daarop? Dank u wel voor uw inleiding en vraagstelling. Ja. Gaat uw gang. Dank u. Om te beginnen bij de inleiding van de beller. Ik geloof dat wat we niet moeten willen doen, is het wiel opnieuw uitvinden. Dat moeten we echt niet willen doen. Waar zaken zich bewezen hebben in andere landen, kan je dan de principes dan overnemen en dan versurinamiseren, want je gaat geen copy-paste doen, want dit is een totaal andere natie. Maar de fundamentele principes waarvan je ziet, die hebben daar gewerkt, dat ding is bewezen, daar moet je zeker naar kijken, want Suriname heeft geen tijd om te verspillen, dus het wiel moeten we niet opnieuw uitvinden, dat is één. Een tweede punt is, dat is eigenlijk zeg maar het racisme, het is waar de bellen naartoe gaat, etnische politiek voering. Inderdaad is het zo dat Suriname is een multiculturele samenleving, maar tegelijkertijd geloof ik ook dat we het heus niet zo slecht doen als ik kijk ook naar andere landen in de wereld. Dus alhoewel er een duidelijk onderscheid is tussen de Javanen, de Hunnistan en de Kriool, en elke bevolkingsgroep heeft haar kenmerken, moet ik zeggen dat we het echt niet slecht doen. Zeker niet als je het vergelijkt hoe het aan toe gaat elders in de wereld. Dus ik zou in dit stadium, waar je de culturele constellatie ziet in Suriname, denk ik dat we ons moeten concentreren op het verhogen van de kwaliteit van het leven van de Surinamer. En dan ga je merken, wanneer goederen en middelen beschikbaar zijn voor iedereen, en daar praat ik over dan terugkomend op een stukje grond, op een behoorlijk werk, dat je redelijk uitkomt met je loon. Het is zo, de druk op de Surinamer vanwege de slechte economische situatie is zo hoog dat heel veel mensen er vreselijk gestrest en gefrustreerd bij lopen. Mm-hmm. En die laten hun frustraties los op alles en iedereen en wat die meneer zegt, die hun niet staan in die Javan. Maar als je werkt aan de stabilisering van het land, verhogen van de kwaliteit van het leven van de Surinamer, dan geloof ik niet dat de etnische constellatie een probleem hoeft te zijn. Okay, terugkomend op waar jij en ik waren begonnen, is zoals corruptieverhaal. Mm. Want dat is een groot probleem al jaren. Maar ja, ik wil je een vraag stellen, maar we gaan die beller eerst de gelegenheid geven. Van jij en ik kunnen altijd doorgaan. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Gaat uw gang. Ja, goedemorgen. Heer Pirkan en mevrouw Essep. Ik heb een vraag over, daar zit ik al even mee. Jullie reageerden toen bij de verkiezingen, en niet onterecht natuurlijk, aan het instellen van een technisch kabinet of een zakenkabinet, zo je het wilt. Er is hier en daar wel een verschil, maar in de praktijk, als je eens kijkt in de wereld, een zakenkabinet is alleen maar meestal als de regering valt. En een technisch kabinet, ja, dan zet je de juiste mensen op de juiste plek. Dat model is toen er tijd succes gehad, voor wat ik weet, maar in één land, dat is Singapore. Maar nadat de verkiezingen geweest waren en toen heeft hij zelfs een positieve dictatuur ingevoerd, dat er de komende 15 jaar geen verkiezingen zouden komen. Dus het instellen van een technisch kabinet, want ik hoor het zo vaak van ja, we moeten. Suriname is nog niet zo ver voor politiek gezien om zo'n. Want iedereen wil politiek geplaatst worden. En de politici willen met hun eigen mensen werken die ze kunnen vertrouwen. En dat is niet geheel onterecht. En uw vraag? Mijn vraag is: is Suriname wel rijp voor een technisch kabinet? Ik denk het niet. Dus daarom wil ik het even aan de orde wil brengen. Want er wordt te veel over gesproken. Men vindt dat ministers of presidenten niet functioneren, dan is het gelijk van een technisch kabinet. Maar als we even de historie nagaan, dan zien we dat nergens eigenlijk een technisch kabinet is geplaatst. Het zijn allemaal politieke mensen die geplaatst worden. En dat wil het volk. Het volk wil geen technisch kabinet toe in de eerste instantie hebben. Misschien later wel, als de bewustwording groter is. Maar op dit moment niet, denk ik. Oké, dank u wel. We begrepen. Dus de meneer komt er in feite neer, maar ik denk niet dat we het over het technisch kabinet hebben gehad, of over het zakenkabinet, maar hij is de mening toegedaan dat het volk in feite zegt, kijk, is democratie, is verkiezingen, en overal ter wereld, daar heb je gekozen mensen. Klopt. En, maar
In principe wil hij jouw mening horen, hoogwaarschijnlijk over een technisch of zakenkabinet. Nee, wat ik begrijp van de beller is dat A20 wel tijdens de campagnes zich sterk gemaakt heeft voor de implementatie van een technisch kabinet. En daar staan we nog steeds achter. Niet in de zin van een zakenkabinet zoals we het kennen maar wanneer bedoelt, de regering bedoelt, valt. Je bedoelt een technisch kabinet, maar wel een verkiezing en dan... Ja, gewoon, een verkiezing. Maar dat zeggen alle politieke partijen. Overigens, politieke partijen zeggen van als ik heb gewoon, ga ik de juiste mensen zitten. En de juiste mensen kunnen ook technische mensen zijn, dus... Waar zit het verschil in? Het verschil zit erin. Uiteindelijk ga je naar een verkiezing. Je gaat sowieso naar een verkiezing. Ja. En eigenlijk komt wie het mandaat krijgt, wordt gekozen door het volk op een democratische wijze, niet op een technische wijze. Dus dat is gewoon conform de wet. Maar de vraag komt erop neer, is Suriname hier ready voor? Ik geloof wel dat Suriname er ready voor is om eindelijk over te gaan tot het afstappen eigenlijk met het laatste deel waarmee wij waren geëindigd, afstappen van het zogenoemde patronagesysteem en over te gaan echt naar een systeem waarbij mensen worden benoemd op basis van, simpel uitgedrukt, the right person on the right place. Ja, maar the right person on the right place is hoe je ernaar kijkt, toch? Mm-hmm. Ik bedoel, deze regering is de mening toegedaan, ik heb de juiste mensen. Yeah. Jij vindt ook waarschijnlijk nee. Ja, maar kijk, wanneer we kijken... Maar zij zeggen ja. Maar ik bedoel, kijk, we zijn geen vreemden... Ze zijn wel pas 3 maanden, maar ja, goed. We zijn geen vreemden in Jeruzalem. Maar als ik kijk naar bijvoorbeeld de benoeming van RVC-leader bij meneer Leo Brunswijk, zit in 4 RVC's. We hebben de situatie gehad van de first lady, waarbij het mij niet eens realistisch lijkt dat je al die functies goed kan uitoefenen, gelet op het feit dat een dag 24 uur heeft. Maar welke functies zijn er? Leg me even uit. De functies waar... Er zijn geruchten die ik heb vernomen dat ze die functies heeft neergelegd. Ik weet niet in hoeverre dat klopt, hoor. Okay, maar... Dus even uitgaande van de situatie dat nog niet formeel heeft plaatsgevonden, dat je de RVC-functie van staatsolie... Oké, maar een RVC-functie... Kijk, mensen, jij weet wat een RVC is. Mm. Is die 2 keer per jaar kom je bij elkaar, houd het op. Dat is geen fulltime job, hè? Maar we hebben, als we kijken dus naar... Dus mensen, kijk, jij dient het beter te weten, toch? Want als ik het volgens zeg RVC, gaan die mensen denken, ik ben de hele dag bij staatsolie, want ik ben RVC, dat is niet waar. Een RVC komt toch waarschijnlijk 2-3 keren per jaar bij elkaar en dan houdt het op. Maar de dus vraag... dat is geen voltijdse baan. De indruk te wekken van, het is een voltijdse baan. Het gaat hoogwaarschijnlijk om de aanstelling. Ja. Maar het gaat niet om dat, het is geen fulltime. De vraag is, wanneer je kijkt naar het geheel, ook wanneer je kijkt naar de personeelswet, dan zegt de personeel, de RVC-functie, ben je geen ambtenaar, laat me maar haast om dat te zeggen, maar ik wil alleen de geest van die wetgeving aangeven. De personeelswet zegt bijvoorbeeld, wanneer een ambtenaar meerdere functies heeft, dan kan die worden benoemd in die meerdere functies, indien ze met elkaar allemaal tezamen verenigbaar zijn, gezien de workload van die functies. Het zijn van een first lady lijkt mij een taak op zich. Toch, het is, voor mij gaat het verder dan een klippelintje. Hier een klippelintje, daar, ik ben de vrouw van de president. Je kan daar echt een geweldige invulling aan geven. Dus dat is een taak op zich. Een andere taak op zich is het zijn van RVC-lid. Alhoewel je niet daar een fulltime job hebt, maar je gaat wel tijd moeten besteden daaraan. Ik zou dat niet zeggen van het is een minimale tijdsbezetting. Zo zou ik daar geen invulling aan geven. Zeker niet van staatsolie. En dan is er nog ook... Ben je lid van een RVC? Nee, geen lid van een RVC. Maar ben je ooit lid geweest? Nee, geen lid geweest, maar ik ben wel... Particulier hebben ook RVC's. Hè? Ja, absoluut. Ik heb ook RVC's. Nee, maar ik zie die gasten 2 keer per jaar. Maar de vraag is de manier waarop wordt omgesprongen überhaupt met RVC-functies in het algemeen, is dat wel goed? Het gaat om de mensen die gekozen worden voor die invulling. Ja, dus we hebben benoemingen, de maatschappij, de samenleving is verantwoordelijk geweest daarover. Okay. Dus kortom, waar het op neerkomt, ik denk sowieso bijvoorbeeld bij de kwestie van meneer Brunswijk, dat je lid bent van 4 RVC's, dat van wat mij betreft kan dat niet. En sommige kunnen ook nog een belangenverstrengeling zijn. Maar in elk geval, ik zeg the right person on the right place. En Suriname is daar ready voor. En ik geloof dat Suriname dat wel maar nodig heeft. Als deze regering vindt, zij vinden van, dit zijn mijn juiste mensen. Maar als die hele samenleving dat afkeurt, dan moet die regering zich wel afvragen, ben ik wel goed bezig? Want het kan niet zo zijn dat de hele samenleving loopt te gillen en te schreeuwen. Ja. Toch? En de regering zegt, nee, maar ik heb het juist. Dus ik denk dat de regering er wel goed aan zou doen om te luisteren aan het volk. En voor wat mij betreft zijn bepaalde benoemingen, zeker wanneer we kijken naar die van het begin, waarbij zelfs ex-NDP'ers waren die benoemd ook zouden worden, die DC-functies en toestanden. Dat zeg ik. Het is logica, voor wat mij betreft, dat die benoemingen
een belangenverstrengeling kunnen opleveren. Mm-hmm. Dus daar hoeven we denk ik niet al te lang over na te denken. Dan reizen bij mij dan nog meer vragen van wat is dan het motief achter dergelijke benoemingen. Mm-hmm. Toch als je het zoveel mensen wat meer mensen... Wat is het motief? Dat is wat ik mij dan afvraag. Ah, okay. Dat zijn de vragen die het volk zich ook stelt. Heb je het antwoord gevonden? Helaas nog in je niet. Vraagstelling? Helaas nee? Nog niet. Nee, helaas nog niet. Dat zal de tijd denk ik uitwijzen wat het motief is. Want als er zoveel, ik niet geloof, dat er genoeg kader is binnen de regering. Dan zou je denken, maar waarom moeten zoveel mensen verschillende functies uitoefenen, et cetera. Maar goed, dat zijn de benoemingen. Ik denk... Ik ga je onderbreken. Ja. Als je in een rechtszaal bent, krijgt die rechter een kans om met jou te praten. Ja. ik bedoel, is vrolijk bedoeld. Hè? Ja. Maar nu ga ik je wel onderbreken, want ik heb een beller aan de telefoon. Okay. En als die beller heeft met een mobiel belt, willen we niet dat het nee, belt te zeker goed, want niet. Het is een kostbare zaak nu. Absoluut, vooral met telegieverhoging. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Gaat u gaan. Ja. Goedemorgen, iedereen in Suriname. Ja, goedemorgen. Spreek dat pakje te Hey Paquito, hoe gaat het? Heel goed, heel goed. Ja, long time no see, man. Van elkaar. Ja, long time no see, met de kaderik uit met mijn ondernemingen. Ja, ik heb ook begrepen, ja. Ja. Maar ga je gang, ga je gang. Er is wel iets dat ik wil zeggen. Ik heb een beetje geluisterd naar u en ook naar mevrouw Serena. Ik vind het wel lastig. Een van mijn topics zijn hier het volk en Suriname, dat echt weinig wordt gerespecteerd. Voor de verkiezingen zijn heel wat dingen beloofd. En we moeten leren wat we beloven de werkelijkheid te brengen. We moeten geen dingen meer overnemen van het verleden, althans ook niet het slechte. Zoals u weet ben ik elke dag tussen mensen, ook de arme mensen. En er zijn ook wat heel vragen die de president heeft gesteld. Ook de minister van Financiën. Ik heb ze een belangrijke vraag gesteld waarbij ik ook je antwoord heb kunnen krijgen. En dat is waaronder ik ze heb gevraagd. De gemiddelde Surinamer verdient tussen 2000 en 3000 SRI. De benzineprijs alleen is al meer dan een helft van hun salaris. 80% van de Surinamers hebben een banklening genomen waarbij er misschien 1000 SRI wordt afgetrokken. De gemiddelde Surinamer blijft in een huurhuis en de meeste nog bij hun ouders en de meeste hebben een eigen huis. Waarbij ze ook hun kinderen moeten verzorgen. En dat is al 2 maal van hun salaris. Kom je op een maanduitgave van 6.000, 7.000 SRI. Zo, ik heb aan de president gevraagd van Suriname en de minister van Financiën. Hoe gaat de Suriname dit alles betalen? Hoe kunnen ze uitkomen? Is er een systeem? Is er een backup plan? Ik heb geen antwoord op kunnen krijgen. Dat is 1. 2. Voor de verkiezingen had de president, de VAP... een backup plan waarbij ze het volk niet zouden belasten. Ik weet dat de president zijn best doet en heel wat dingen niet heeft kunnen zien. Toen hij daar zat, waren er meer dan 1000 mensen of volgens mij 100 mensen daar bij het kabinet van president. En toen hij daar kwam, waren er maar een paar mensen. Hij heeft heel wat dingen niet kunnen zien met zijn oog. Maar nu hij daar zit, is hij de realiteit, vind ik. Moeten we het volk ook niet een beetje zoet houden? Moeten we ook niet rekening houden met het arm volk? Wordt er niet meer gekeken naar het volk? Want met feiten, de winkelprijzen 100% omhoog. Benzineprijzen in de nacht gaat die omhoog. De president heeft beloofd dat hij ook zo transparant mogelijk zou zijn naar de samenleving toe. De eerste verhoging was van 7 zoveel naar 11 zoveel. Wordt er niet afgestemd. Qua First Lady vind ik van dat haar taak meer sociaal projecten moet zijn, meer sociaal doelen. Kijk, Asiana, meer naar de arme mensen moeten kijken en jongeren de kans geven om zulke taken te vervullen. Praat ik over 35 jaar of 45 jaar dat ze hun werk goed kunnen verrichten. Dus ik ben niet tegen de VAB, ook niet tegen de ABOP, nog minder tegen de NPS en de PL. Maar het enige wat ik vraag is dat er naar het volk gekeken moet worden. Ja, maar Paquito, wat wil jij Serena vragen? Want dat is de bedoeling van vandaag. Ik wil Serena vragen wat ze van me vraagt. Wat zei je? Ik wil haar vragen wat ze van me vraagt. Oké. Hé, Abu, we gaan je groeten. Laat zij nog aantoen. Abu, oké, thanks. Ja, als we resumeren, de vraag is, want de inleiding is uitgewerkt. Eigenlijk, wat moet er met het volk gebeuren onder deze omstandigheden?
Ik vind de vraag een terechte vraag die het heel volk bezighoudt omdat wij nu er gebukt onder gaan. Maar ik denk dat er twee dingen zijn. We moeten realistisch zijn over het feit dat we een erfenis hebben. Er is een erfenis achtergelaten van de vorige regering die te kwalificeren is als ellende en misère en een economisch gat. Dat is waarmee deze regering is gestart. En bij de start daarvan moet je er rekening mee houden dat er maatregelen getroffen zullen moeten worden om die situatie gezond te maken. En ik heb in elk geval aan de zijde van de VHP heb ik niet gehoord dat men dat onder stoelen of banken geschoven heeft. Ik heb dat niet gehoord. Ik heb niet gehoord dat men roze geur en maneschijn verkocht heeft over de financiële situatie. Dat is één. Dus gegeven die realiteit van die economische situatie zoals het is achtergelaten, het is een behoorlijk tekort, moet je van tevoren weten dat A, je die regering tijd gaat moeten gunnen om het te herstellen. B, dat er maatregelen getroffen zullen moeten worden waarbij je gaat moeten kijken naar je uitgavenposten om die te verminderen. De grootste uitgavenpost is het ambtenarenapparaat en de subsidies, toch? Die nemen een behoorlijke hap in van die begroting. En dat gaat met zich meebrengen dat het volk ergens voor zal moeten betalen. Toch? Tegelijkertijd zeggen we ook, en dat is wat Paquito terecht zegt, je moet wel rekening houden dat terwijl je de zaak herstellende bent, een deel van het volk niet helemaal de ondergang eruit gaat. En daarvoor denk ik dat waar het volk naar uitkijkt, de VAP had inderdaad aangegeven, er is een plan. Ik ben zelf geen econoom, maar wanneer ik luister naar de VES, dan hoor ik de VES zeggen, ja, maar waar blijft de uitvoering van dat plan? Dat is als ik het in een nutshell moet samenvatten. Dus ik denk dat wat er moet gebeuren is dat we kunnen niet van die regering verwachten dat er geen maatregelen getroffen worden. Dat kan niet. Maar de vraag is, welke maatregelen ga je treffen en hoe ga je het afwentelen op het volk? Wat gaat het volk moeten dragen? Ga je voor de makkelijke maatregelen, zoals we hebben gezien die benzineverhoging, is het noodzakelijk? Dat is waar de economen uitleg over moeten komen geven. En de VES heb ik niet al te lovend horen praten over de maatregelen die tot zover zijn getroffen. Wel is er eerlijk gezegd, er gaan maatregelen komen. Je komt daar niet onderuit. Ja. Maar de vraag is, moeten het deze zijn? Dus ik denk dat we daar de economen voor aan het woord moeten laten. Waarom zouden we de economen voor aan moeten laten? Jij doet ook inkomsten uitgaven voor je eigen leven, toch? Ja, absoluut. Absoluut, nee, maar een beetje simpel debit credit kan je ook doen, toch? Sowieso, maar simpel debit credit is voor een land niet. Wanneer we kijken dat we het feit dat we die 26 miljoen van Oppenheimer deze maand niet gaan kunnen betalen. Ja. Je kijkt daardoor mogelijkerwijs tegen een downgrading, waardoor je internationaal de deuren voor je gesloten worden en het moeilijk wordt om te komen aan andere investering. Je tegelijkertijd kijkt nationaal, dan zie je dat instituten daar corruptie in is. Het is eigenlijk een systeem van corruptie, dus simpel is het niet. Okay. Maar tegelijkertijd met het plan dat de VHP beloofd heeft, dan zeg ik, wij kijken dan wel uit naar de uitvoering daarvan. Van. Ja. Serena Asset praten we mee vandaag in Rashid Pierkans Kalaan. Ik ga even terug naar die corruptie. Want we zijn bij A begonnen, we komen bij Z en dan moet ik even bij A, omdat ik A niet heb af kunnen maken. Maar we gaan A nou even afmaken. Yes. Ja, we hebben al gepraat over corruptie, we weten, je hebt het verhaal verteld. Nu weten we van als er zaken geïdentificeerd worden, corruptieve zaken, dan moeten deze zaken voorgelegd worden aan het Openbaar Ministerie, want die zijn bij uitstek het orgaan die voor eventuele. Jij bent praktiserend advocaat. Jij kent de zweepslagen. Beschikken zij over genoeg manpower om het werk te doen? Want je kan ze die lood geven, maar daar moet je manpower voor hebben. Je moet geld voor hebben. Je moet mensen hebben die gespecialiseerd zijn in specifieke onderzoekingen. Want dit is niet man steelt fiets en die pak ik snel, want dat zijn simpele zaken. Toch? Maar dit zijn meer boekhoudkundige zaken waarbij je accountants hebt, nodig hebt. Je hebt eigenlijk specialisten ervoor nodig. Nu zie je die regering is bezig. Zaken zijn geïdentificeerd, ze zijn gedropt bij het Openbaar Ministerie. Hoe denk je dat het gaat aflopen als ze geen manpower hebben? Want de PG heeft een beroep gedaan op de regering en zegt, hey, is leuk dat ik al dat werk ga doen, ik wil dat werk doen, maar ik heb nog meer zaken nodig. Ja. Jij zit erin. Hebben ze die manpower?
de PG heeft dat zelf aangegeven. En we hebben geen reden om te twijfelen aan wat de PG heeft gezegd. Dus dat er een sprake is van een enorme onderbezetting, dat staat als een paal boven water. Toch, de rechterlijke macht is onderbezet. Ook het Openbaar Ministerie. Als je gaat naar sommige politiebureaus, ik was een keer niet zo lang geleden, kom ik op een politiebureau terecht voor een verdachte en ik hoor daar die beambte uitleggen aan een burger: meneer, we willen graag komen, die auto staat daar, maar we hebben geen benzine om uit te rijden. En je hoort gewoon hoe die vrouw moeite heeft om die man dat uit te leggen, want ze kan haar werk niet uitoefenen. Dus kortom, dat die middelen niet afdoende zijn, dat we zitten met de onderbezetting, dat staat vast. Dan gaat die regering die moeten kijken, want je gaat een kostenbatenanalyse moeten maken. Wanneer we kijken naar het deel van corruptie en vermoedelijk, want we weten niet precies hoeveel geld is gestolen. Ik heb laatst een artikel met vermoedens al over een 3 miljard US dollar en het zal misschien meer zijn, I don't know. Dat zal onderzoek moeten uitwijzen. Maar als je kijkt naar de hoogte van de gelden die vermoedelijk wegens corruptie gestolen zijn en worden, tegen de uitgaven die je gaat moeten doen om dat rechterlijk apparaat te versterken, dan denk ik dat je zeker prioriteit zou moeten geven aan het versterken van het apparaat, zodat het apparaat genoeg equipped is om dat stukje aan te pakken en om die gelden binnen te halen. Vergeleken met wat binnen moet komen qua gestolen corruptiegelden, is die impuls die je het ambtenaar, het Openbaar Ministerie moet geven, ja, misschien niks als je die twee met elkaar gaat moeten vergelijken. Oké. We hebben een beller aan de lijn, hè? Dus u weet, de beller krijgt altijd even voorkeur, yes, maar je mag straks even afmaken als je wil afmaken. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Gaat u gang? Goedemorgen, meneer Barry. Goedemorgen. En mevrouw Serena Asset. U spreekt tot de heer Rewan. Ja, mevrouw Serena Asset, ik heb een vraag. Er zijn een paar mensen opgesloten en meneer Hoefdraad loopt vrij of hij is spoorloos of wat. Toch? En die vraag is, stel, meneer Hoefdraad is niet te vinden 5 of 10 jaar. Blijven deze mensen opgesloten? Hoe loopt dat proces verder? En, tweede vraag, mevrouw Irene Lalji en meneer Dubois zijn advocaten van meneer Hoefdraad. En zij beweren dat hij wel in Suriname is. Nou, mijn mening is, dan moet dat zij ook vervolgbaar zijn. Want ze weten waar hij is, maar ze kunnen hem niet voorbrengen. Toch? Oké. En die laatste vraag, mevrouw Serena Asset. Toen de regering is gevormd, of zou gevormd worden, is een president, of toekomstige president, in Olivier zoveel mensen, zoveel groepen gaan benaderen. Was hij ook benaderd om in aan de functie of een raad van commissaris of zo? Hebben ze ooit u benaderd? Want ik vind u een heel flinke vrouw. Dank u wel en fijne dag. Oké, dank u wel. Ik kan de laatste vraag beantwoorden. Ze zit niet in de RVC, want dat heeft ze me daarnet ook al gezegd. Ja. Misschien in de toekomst wel, dus ik heb de vraag voor jou beantwoord. Maar nu, ik wil gaan op die tweede vraag die meneer stelde daarnet. Advocaten, en jij bent praktiserend advocaat. Meneer Hoefdraad heeft natuurlijk ook recht op advocaten. Dat is het recht van iedere burger. Mm-hmm. En de burgerij vraagt zich af van zijn advocaten in soortgelijke gevallen, laten we dit geval niet nemen als voorbeeld, maar soortgelijke gevallen niet verplicht ook melding te doen hoe ze het contact onderhouden met een verdachte. En vooral een verdachte die gezocht wordt. De belangrijkste plicht die rust op een advocaat is de geheimhoudingsplicht. Iedereen die komt naar een advocaat voor rechtsbijstand, daarvoor is de advocaat verplicht tot geheimhouding. Anders kunnen wij als advocaten de tent per direct sluiten. Dus op de advocaat rust geen plicht om openbaar te maken wat de cliënt aan de advocaat mededeelt. Want hetzelfde wat geldt voor alle andere burgers. Als u een echtscheidingszaak heeft en u komt met uw hele inberen over wat er aan de hand is en hoe de boedel moet worden verdeeld en waar u scheef bent gegaan. En eventueel, toch niet alleen scheef, maar in het vermogen, waarbij wij gaan kijken op basis van de wet hoe dat op te lossen. En dan wil je ook dat je zaken dan blijven binnen de gesloten muren daar op het kantoor van de advocaat. Zo dus ook die geheimhoudingsplicht bij de bijstandsverlening aan meneer Hoefdraad. Dus nee, de advocaten gaan niet opgesloten worden, want zij zijn geen verdachte. Meneer Hoefdraad is nog steeds de verdachte en niet de advocaten. Help mij even, maar dat stukje heb ik begrepen nog. Bedankt ook voor de uitleg, want heb ik dat ook een beetje geleerd. Maar in dit geval is er een officiële opsporingsbevel, dat is 1.
Maar er is ook nou een internationaal opsporingsbevel. Is het niet behalve in dit geval als advocaat ook je menselijke en burgerplicht? Nee, want je oefent dan je rol als advocaat niet goed dus uit. Hoeft niet. Je geheimhoudingsplicht als advocaat is je bijna heilig. Want als de burger, daar wordt niet over meneer Hoefdraad, maar algemeen. Suriname in het algemeen jou niet kan vertrouwen, dan kan je echt je tent sluiten. Dus het werkt niet zo binnen de praktijk. Ook geeft de grondwet het ieder recht op rechtsbijstand, zeker een verdachte, dat praat over any verdachte. Om een verdachte te zijn is voor ieder een verschrikking. En je hebt dan recht daarop. En daarmee bij het uitoefenen van jouw beroep als advocaat, het moment dat je die toga draagt, heb je te houden aan de ereregelen. En dat is een van de hoogste ereregelen. Dus ik begrijp de vraag hoor. En het is een terechte vraag van die samenleving. Ja, maar die advocaat moet verplicht worden om het te doen. Maar met die toga komen bepaalde plichten mee. En de geheimhoudingsplicht is daar één van. Oké. Hoe gaan we... Waar is meneer Hoefdraad? Ik weet dat niet. Ik ben niet zo'n advocaat. Als ik het wist, had ik het gezegd. Maar ik weet het niet. Nee, ik ben niet zo'n advocaat. Okay. Dus. Maar goed. Er is een internationaal opsporingsbevel uitgevaardigd. Wat is jou bekend hoe dat systeem werkt? Nee, met het internationaal... Ik ben primair een civilist. Dus met het internationaal strafrecht, ik weet niet hoe dat eraan toe gaat. Dus ik kan daar nu op dit moment nog geen antwoord precies op geven. Okay. Maar in elk geval zal het simpel zijn als hij wordt gevonden, dan zal hij terug worden gebracht voor het proces. Okay. En wij hopen dat dat gebeurt natuurlijk. We praten met mevrouw Serena Esset in de Rashid Pierkans, Kal Ajor Kal, vandaag. Wat zou jij doen? We weten allemaal, en je hebt ook al bevestigd, dat kijk, die regering is aangetreden en ze hebben een lege kas aangetroffen. Het verhaal is bekend. President Santokki draait die CD iedere keer. Dus het verhaal is al duidelijk bij die samenleving. Wat zou de regering nog kunnen doen om die burgerij te kunnen verrassen? Waarbij er in principe gezegd tegen die burgerij van kijk, ik kan je helpen. Want als je geen geld hebt, natuurlijk zijn er verwachtingen gekweekt. Hou dat ook wel vast. In de verkiezing was het more sitting. Toch? En uiteindelijk bleek... Stem slimmer. Oké. Maar uiteindelijk blijkt dat bij hun aantreden de situatie erger is dan ze hadden gedacht. Die burgerij verwacht dat er iets gebeurt. Pakito heeft het ook daarnet bekendgemaakt, medegedeeld. Wat zou die regering kunnen doen, uitgaande van de informatie die bekend is, om toch nog... verzachtend op te treden naar voornamelijk de mensen die het niet kunnen dragen. En ja, tegenwoordig kunnen een heleboel mensen het ook in principe niet meer dragen. Dus er is geen sprake van wie kan het niet dragen. Want zelfs die middenstand is teruggevallen. Maar die middenstand is onze backbone eigenlijk, want die betaalt belasting. Toch? Wat zou die regering volgens jou, als jij op die stoel zou zitten, imagine you're the president, president Serena Asset, en die vraag komt nou bij jou. Madam President, wat zou je doen? Ja, er zijn twee dingen die je gaat moeten doen. En om het simpel te vertalen, want wat belangrijk is, het volk betaalt hiervoor. Dus het volk gaat het moeten begrijpen. Aan de ene kant ga je kosten moeten vergroten, aan de andere kant je uitgaven moeten verlagen. En dan ga je naar je uitgavenzijde kijken. Welke uitgaven, waar kan je in zijn? Laten we beginnen bij die inkomsten die je kan vergroten. Zijn er een aantal interessante dingen die je kan doen? De vraag is natuurlijk... hoeveel liever dat op om het gaat te dekken. Maar dan noem ik een paar dingen. Je gaat kunnen kijken naar de grondkwestie, waarbij je voor grond je kanonrechten kan verhogen. Je kan kijken naar het belastingssysteem, waarbij je BTW kan invoeren, waardoor op een andere manier belasting wordt geïnd. Het heel belastingssysteem, wat zorgt voor de inkomsten van de staat, dient een nodige hervorming te ondergaan. Maar dan president, can I interrupt? Yes, please. Oké. Okay. Kanonrechten, BTW... Die dingen kunnen gebeuren, maar dat betekent dat heb je niet morgenochtend. Nee. Dat heb je over een jaar. Dus het helpt die burger binnen 3-4 maanden niet. Nee, okay. Dat helpt Let's go to fast action, Madam President. What would you do within the coming 6 months? Deze zaken heb je niet nodig. Kijk, bijvoorbeeld dat van de olietarieven. Dat is overnight gebeurd. Het invoeren van kanonrechten, dat gaat ook...
cumulatief opgeteld, dus de cumulatief opgetelde som heb je niet morgen, maar kan je wel binnen 6 maanden opgevoerd krijgen. BTW invoeren, heb ik begrepen van de deskundige, dat duurt niet, is niet jaren. Dat kan worden geïmplementeerd binnen een redelijke termijn. Dus het gaat een cumulatie zijn van maatregelen die je gaat moeten treffen. Maar aan de zijde van de maar die bevolking heeft haast. Die bevolking heeft gezegd, kijk, je hebt die olieprijs voor me verhoogd, maar dan president, Ik haal 8 maanden niet. Mm-hmm. Zou ik kanonrechten willen verhogen, BTW willen invoeren, alles kan. Maar alles gaat zijn uitslag hebben na een jaar. Mm-hmm. Maar die bevolking heeft geen jaar. In de tussentijd, kijk, je gaat zachte wonden maken stinkende heelmeesters. Mm-hmm. Dus je gaat, nogmaals, ik ben het eens in elk geval met de huidige president, dat ding is een pakket. Dus je kan niet zeggen, omdat deze dingen pas over 2 jaar iets opleveren, gaan we nu niet beginnen. Je gaat het allemaal simultaan uitvoeren en dan heb je een meer sporen beleid. Aan de zijde van je uitgaven ga je dan meteen kijken waar ga je kunnen snijden. Wanneer we kijken bijvoorbeeld naar de ambtenaren kwestie. Ik heb begrepen dat het aantal spookambtenaren loopt op in de duizenden. Dus dan ga je kijken hoe gaan wij dan over tot die daadwerkelijke sanering. Niet direct, want anders heb je een heleboel mensen die op straat liggen en heb je het volk op je dak en dat wil je ook niet. Maar er zijn wel spookambtenaren. En daar ga je dan kijken, want dat is je grootste uitgave. Post, hoe ga ik daarbij dus bij het ambtenarenapparaat gaan snijden? We hebben gezien dat er een aantal wurgcontracten zijn, dat soort dingen. En dan ga je daar in jouw uitgavenpost, ga je dan de zaken gaan verminderen. Allerlei geweldige dienstvoertuigen die worden gekocht, die duizenden dollars kosten. Je gaat daar je uitgaven in gaan verminderen. Mevrouw de president. Mevrouw, ik zie mevrouw Esset hoogwaarschijnlijk al in de toekomst president. Dus vandaar dat we een rollenspel doen. Het is een rollenspel. Okay. Maar we gaan die beller even de gelegenheid geven. Ja. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Dag, Miguru. Asisa, hoe gaat het ermee? Goedendag, mooie dame daar. Goedemiddag, oké. Ik heb een vraag. En ja. Naar jou toe als verjonging in de politiek. Want jij bent van een nieuwe partij, no? 2020, als ik me niet vergis. No, A20. A20, maar anyhow. A20. Suriname is al zo lang bezig met de politiek. Ik denk dat ik jouw moeder zou kunnen zijn of jouw oma. En hoe boe is, denk jij, als verjonging in de politiek, de mens van deze tijd, dan betaal ik praat ik over de verjonging, bewust te maken om te stemmen op iets anders. Want je weet, het volk van nu wil niet wachten. Ze zijn helder, ze zijn soms misschien een beetje te onbeschoft, omdat men geen geduld meer heeft door wat allemaal ons is overkomen in dit land. Je weet, het volk is niet vreselijk, hoe zou je het zeggen, gedemotiveerd. Je hebt een gedeelte misschien niet, maar over het algemeen, het volk, het gaat niet goed. Het volk vindt het gaat niet goed. Ze hebben haast. En hoe ga jij nou als verjonging, want we kennen alle andere partijen zo'n beetje, al de oude garde is er nog steeds. Dus ik denk dat ik in herhaling moet treden, maar ik denk dat je me wel begrepen hebt. Wat ga jij doen voor de mens die slim zou moeten stemmen? Wat zou je meer moeten doen? Want de pressie is nu op jullie. Maar het volk stemt niet echt op jullie. Wat ga je eraan doen? Dankjewel. Dag, Miguru. Oké, dankjewel. Dankjewel. Oké, luister. Ja. En we gaan een hernieuwde afspraak maken. Oké. Okay. Afhankelijk zou ik je uurtje hier houden. Mm-hmm. Maar wil je nog met me blijven? Ik vind het goed. Oké, dus dames en heren, kijk wat we gaan doen. Normaliter zou ik een uur nog praten, uurtje praten met Serena. Maar u mag inbellen en ga er al van uit in onze tweede sessie dat het een dubbele presentatie is. Oké? Serena en Farid doing Kalajer together. Dus u mag ook inbellen voor andere onderwerpen. Horen we ook graag van u, maar u mag er ook direct een vraag stellen. Dus we gaan die uitzending van jou mixen met mijn uitzending. Geweldig, ik vind het leuk. Ja. Prima, maar nu mag je het antwoord geven op die vraag. Ja, het is een terechte vraag. Want hoe ga je met het volk, hoe ga je het volk overtuigen om te kijken richting iets nieuws? Ik denk dat wat heel erg belangrijk is bewustwording.
We hoeven niet bewust te worden van hoe ellendig er aan toe gaat. Dat voelen we allemaal. Dus daarover hoeft niemand ons bewust te maken. Maar waar we wel bewust van moeten worden, is dat het echt anders kan. De manier waarop politiek gevoerd wordt in zijn algemeenheid, toont geen significante verschillen. En de boodschap van A20, dat is ook onze slogan, het kan anders, want trafas de. En hoe wij dat gaan doen, wat is de strategie, is dat in takna een volk. Je gaat met het volk moeten communiceren door alle mogelijke communicatiemiddelen, TV, bijkel, aardjelkel. Maar vind je dat die overheid niet genoeg communiceert? Die overheid communiceert. De president is één keer per week of eens in de twee weken ook beschikbaar. Nee. Is dat niet genoeg of moet anders? Ik moet deze president de complimenten maken dat hij zoveel met het volk communiceert. En dat is verfrissend. Dus dat, voor wat dat betreft, de complimenten aan mij, van mijn kant uit. Ik kan me nog heugen, de dag dat hij getrouwd was, was hij nog bij wel ingelichte kringen om het volk te worden staan. Dat is super. Maar tegelijkertijd zeg ik ben niet helemaal eens met alles wat er gebeurt. En daarom gaan wij als A20 onze boodschap, onze zienswijze moeten communiceren met het volk. Waarbij wij de plannen die wij hebben nader gaan moeten concretiseren en dat ook zo aan het volk uitleggen. Dus wanneer die bewustwording op gang brengt, denk ik dat je het volk dan wel kan overtuigen. Wat ons parten speelt, en dat is voor de hele politiek, is de COVID-situatie. Dus het is moeilijk voor Gotapa Veld om met de mensen bezig te zijn. Dat gaat lastig. Maar je gaat daar creatief mee moeten omgaan, social media enzovoorts. Dus dat is hoe wij daarover denken, om de boodschap over te brengen. Serena Esser, daar praten we mee vandaag in de Rashid Pierkans Kalajorkal. Ik ga even een reclamebreak nemen en dan ben ik straks weer terug met meer. Blijft u luisteren en blijft u kijken. Straks nog meer met Serena Esser. En we doen na die reclamebreak een gedeelde uitzending van Rashid Pierkans Kalajorkal. Dus daarna kunt u ook normaal inbellen om uw algemene mening te geven. Maar u kunt ook inbellen om een specifieke vraag te stellen aan mevrouw Esser. Tot straks. Dames en heren luisteraars, welkom terug tot gisteren, vandaag en morgen. Rashid Pierkans Kalajorkal. Dit is de aflevering voor zaterdag 24 oktober 2020. Mijn naam is Farid Pierkan en ik presenteer u deze aflevering. En in ons tweede gedeelte ga ik het samen presenteren met mevrouw Serena Esser in Kalajorkal. We hebben de telefoonlijnen direct voor u open. U mag uw normale maatschappelijke mening geven, nu in deze ronde, welke wij ook graag aanhoren. Maar u mag ook een specifieke vraag ook stellen aan mevrouw Esser, zover u dat wenst te stellen. En uw maatschappelijke mening, die horen we ook graag aan, zover u een algemene vraag hebt. Dat ons alle twee regarderen, dan gaan we alle twee erop ingaan. Dus je weet nooit dat we Serena Esser in de toekomst misschien als co-host krijgen hier. You never know. Anyway, je hebt een aantal zaken opgenoemd. Oké, daar hebben we een beller, dus je moet het goed begrijpen hoe deze uitzending werkt, hè. Maar bellers krijgen de voorkeur. Dus het kan soms zijn dat je praat en dat ik je ga stoppen, zodat we de beller de gelegenheid geven. Ik ben helemaal eens. Oké? Okay? Yes. U bent in de uitzending. Bedankt voor het wachten. Gaat uw gang. Goedemorgen, meneer Pierkan en mevrouw Esser. Ja, goeiedag. Gaat uw gang. En ook een goedemorgen aan alle luisteraars. Ja, gaat uw gang. Mijn vraag aan mevrouw Esser is concreet. Het vrije beroep van advocaat. Zij is zelf praktiserend advocaat. En de first lady die is pas beëdigd als advocaat. Wat denkt mevrouw Esser over als de first lady haar vrije beroep serieus oppakt en dus zich ook als haar werkzaamheden als advocaat gaat uitvoeren. Hoe zou dat voor haar uitpakken, haar en haar collega's? En hoe ziet ze dat verder in het licht van het functioneren van een first lady überhaupt? Oké, dankjewel. Ja, de mevrouw Melissa Santoki, onze first lady, is ook gelaten worden bij het Hof. Dus ze is ook praktiserend advocaat eigenlijk. Dus die mevrouw vraagt van, hoe gaat dat nou aan toe moeten? Ja, nou, ik zou niet zeggen dat ze praktiserend advocaat is. Ze is pas toegelaten tot de balie. Dus ik heb er nog niet
als praktiserend advocaat ervaren. Dus maar ze mag. Ze mag. Okay. Ze mag. Het is er goed recht. Prima. Het is een vrij beroep. En een vrij beroep, dat mag je uitoefenen in welke mate je het wil. Als je het vol wilt uitoefenen op een laag pitje, dat is jouw goed recht om te doen. Maar in de hoedanigheid als first lady, denk ik dat gezien de rol die ze vervult, ik zal het kort herhalen, naar mijn mening is een first lady veel meer dan lintjes knippen en ceremoniële dingen. Ik denk dat je het op een veel bredere wijze kan uitoefenen. Denk ik dat voor in elk geval de termijn waarvoor de president aanzet, dat het raadzaam zou zijn om eigenlijk je te storten op die rol. Dat is hoe ik dat zie. Ik denk het beroep van advocaat, het is een vrij beroep, dus je bent eenmaal toegelaten tot de balie. De president zal niet tot in lengte der dagen president blijven. Op enig moment komen er andere verkiezingen. En dan denk ik dat het raadzaam zou zijn om na de ambtstermijn van de president, indien en voor zover zij dat zou willen, om het daarna dan op te pakken, want je wordt niet uitgeschreven uit de balie zonder meer, van de balie zonder meer. Oké. Okay. Dit is Rashid Pierkans Kalajorkel. En de gebruikelijke kijkers en luisteraars, het is een dubbele uitzending nu, dus je moet deze uitzending zien als twee mensen die presenteren. Je moet het nu zien als Farid Pierkan en Serena Asset doen in Kalajorkel. We hebben voor Asset in eerste ronde gaat als gast en nu is ze als co-presentatrice, zou je dat kunnen zien. Maar u mag ook een specifieke vraag aan haar stellen. Serena, je hebt het eerder gehad dat je zou kunnen bezuinigen. Mm-hmm. En je zei, oké, begin bij die spookambtenaren. We zien dat die regering bezig is. Mm-hmm. Maar om dat te identificeren, duurt een paar maanden. Klopt. Want je gaat niet mensen weghalen terwijl hun beschikking correct is. Dat is één, dus dat duurt een poos. Twee, wurgcontracten, die heb je ook aangehaald. Daarmee zijn ze ook bezig. En jij bent praktiserend advocaat. Je weet dat je goed naar die contracten moet kennen, anders slepen ze je naar de rechter. Klopt. Dus dat duurt ook een poos. Mm-hmm. Waar kunnen we nog bezuinigen? Want alles wat jij zegt, daarmee zijn ze bezig. Ja. Dus help ons. Help staat die president, laat me zien. Kijk. Uitgaven verminderen, inkomsten vergroten, daar ga je daarmee moeten starten. Okay. Het is niet, en daarom heb ik aan het begin gezegd, het is geen toverstokje, nu hebben we geld van deze bronnen, van die, dat komt niet uit de hemel vallen. Dus, aan de ene kant wat je gaat moeten doen, is je gaat uiteraard moeten praten met de schuldeisers. En ook dat is die regering aan het doen, dat hebben ze aangegeven. Ik hoop dat het ze lukt voor wat de Oppenheimer-lening betreft. Ze hebben al respijt gehad van een maandje, geloof ik. Voor 30 wat, dagen. Ja. 30 dagen hebben ze gehad. Dus dat is wat je gaat moeten doen. Met de banken gaan praten om na te gaan als je rekruimte kan creëren. Maar tegelijkertijd zijn de monetaire financierders daartoe bereid. Indien jij een plan kan presenteren waardoor het reëel wordt. Dat binnen afzienbare termijn, redelijke termijn, je dan jouw bronnen van inkomsten om je inkomstenbronnen te vergroten op orde hebt. Oké. Waar zou die president... Want eigenlijk moet ik zeggen, madame president. Ik vind het leuk om te zeggen, madame president. Een keer moet ook een keer zeggen, mevrouw de president. President, ik ben het eens. Een echt keer, waar? Het volk het moet ervoor zorgen. Het klinkt zo leuk. Iedere keer moeten we zeggen, meneer de president. Ja, die vrouw moet een keer komen. Echt waar? Ik begin er al te wennen, hè. Maar goed, dat we die beller even geleden. U bent in de uitzending, goedemorgen. Goedemorgen samen. Goedemorgen. Mijn naam is Deodat. Ik ben een opa van 70 jaar. Wat ik naar voren wil brengen is mijn mening. In dit land zijn er veel mensen die geen belasting betalen. En ik zal u bewijzen hoe het komt. 1. Die gasinstallateur, waterleidinginstallateurs, toch? Stroominstallateurs, die klusjesman, die kleine monteurman. En zelfs de mensen die onder de markt verkopen, betalen geen inkomsten, maar welstandgeld. Let wel op mijn woorden. Ze betalen standgeld, maar geen inkomstenbelasting. Wat gaat de overheid moeten doen om deze mensen te bewegen om toch een dubbeltje of een 5 cent te betalen, mevrouw Serena, alstublieft? Begrijpt u wat ik bedoel? Oké. Okay. Het is wel pijnlijk. Ik ben een vaste dienst. Na 3 uur ben ik vrij en ik ben een installateur, ik zoek een kleine job. En mevrouw Serena, uw waterleiding is goed, ik kom voor u maken hoor. 300 schulden. Die 30 gulden, denkt u dat die man die 30 gulden gaat brengen voor de belastingdienst? Nee. Oké. Okay. En zo heb je veel dit doen. Oké, okay, dank u wel voor uw mening en ook uw directe vraagstelling. In principe komt dat er zijn die mensen die een beetje in die informele sector zitten.
Hoe wil jij die gaan aanpakken? Ik denk dat we eerst kunnen beginnen bij de formele sector. Oké, begin. Want het is geen, het is een feit van algemene bekendheid dat er een heleboel zijn die het wel kunnen dragen en die geen belasting afdragen. En dan moet je dan gaan naar je hervorming van het belastingsysteem. Alleen maar als je kijkt naar het belastingkantoor, wil je bijna wegrennen. Dus je vraagt je in gemoede af, hoe oefenen die arme ambtenaren hun werkzaamheden daar goed uit? Maar wat ik heb begrepen, zijn er ook nauwelijks fiscalisten bij het belastingkantoor, met alle deskundigen ervoor kiezen om eigenlijk in die private sector te gaan. Dus wat je gaat moeten doen, je gaat in de eerste plaats het instituut gaan moeten versterken met de nodige deskundigen. Want daar is er een gebrek aan wanneer ik hoor vanuit die praktijk dat er nauwelijks fiscalisten daar zijn. Oké. Maar daarmee is die regering ook bezig. Nog niet. Daarmee is de regering, dat zijn we heel erg blij. Dat zijn ze goed op weg als ze dat doen. Nee, want ze zijn bezig met het reorganiseren. En ik begrijp ook dat er een afdeling FIOD komt, à la Holland. Mm-hmm. À la Holland, alleen heeft de minister hier bij mij gezegd. Ze gaan een andere naam zoeken, maar het is een copy-paste van Holland. Mm-hmm. Is een zogenaamd belastingrecherche, om het zo uit te drukken. Die komt er ook, dus men is bezig. Maar dat bezig ding, dat is weer een paus. Mm-hmm. Dus dan heb je nog geen kopercent in de kas. Klopt. Toch? Dan de gebruikelijke. Wat ik heb begrepen is dat de invoering van het BTW-systeem niet te lang hoeft te duren. Hoe lang duurt het volgens jou? Geen jarenproces. Het is niet iets van 2-3 jaar. Dat is wat ik heb begrepen. Maar in elk geval, waar je dan daarmee naartoe gaat, is dan op de prijzen. Dat dan het belastingscomponent dan daarin verwerkt is. Waardoor je zo kan voorkomen ontduiking van die belasting. Ook zeker in die informele sfeer. Dus dat is een belangrijke manier waar je naartoe kan gaan. Ik heb begrepen dat de zaken daaraan liggen. Veel voorwerk al gedaan is. Dus daar zou je niet heel lang met het voorproces mee bezig hoeven te zijn. Als ik me niet vergis, is er ook een conceptwetgeving daarvan ook, maar houdt u me dat ten goede? Dus er is behoorlijk wat voorwerk daarvoor gedaan. Ja, dus het gaat om de implementatie nu. Het gaat dan om de implementatie nu daarvan. Mm-hmm. Wat niet altijd, dat is geen jarenproces. Oké, de vorige regering was al ermee begonnen. Ze hebben zelf een datum van implementatie genoemd, die ze niet hebben gehaald. Ze hebben het weer uitgesteld. Uiteindelijk is dat ding in de vriezer gegaan en is nooit meer eruit gekomen. Mm-hmm. Deze regering heeft die vriezer gehaald en zeggen, ik kom ermee, maar geef me een jaar. Mm-hmm. Het BTW betekent niks anders dan hoe meer je consumeert, je betaalt. En daarmee zeggen ze, de formele sector gaat ook dan automatisch mee betalen. Kijk, als het voorwerk daar al ligt, toch? Mm-hmm. We hebben die conceptwetgeving. Ik weet niet waarom het een jaar moet duren. Mm-hmm. Ik vraag me daarbij gewoon af. Ik is het noodzakelijk? Ik zal ze vragen waarom. Is het noodzakelijk dat het zo lang duurt? Want al die tijd, er zijn, als de regering ons kan, dit zijn gewoon vragen. Als die conceptwetgeving daar al ligt enzovoorts, dat ding is in de vriezer beland. Dus het was al opgediend eigenlijk voor die samenleving. Daar kan ik me het nog heel goed herinneren. Dan zijn er al consultants geweest en dat soort toestanden. Dus ik vraag me daar af waarom het ding een jaar moet duren. Dus we moeten zaken ook niet onnodig gaan rekken als dat niet nodig is. Oké. We hebben bellen, deze gedeelde uitzending die we nu doen. Je moet Kalajor Kalsin met twee mensen die presenteren, Serena en Farid. En u mag haar een vraag stellen, maar u mag ook een algemene opmerking maken, zover u dat wenst. U bent in de uitzending. Goedemorgen. Ja, goedemorgen meneer Biergaan. En ook goedemorgen aan uw gast, mevrouw Ezzet. Ja, gaat u gaan. Goedemorgen. Ik heb twee korte vragen aan mevrouw Ezzet. En één korte vraag aan u, heer Biergaan. Moet ik beginnen met u? Welke u wil, gaat u gaan. Oké, dit is voor heel belangrijk voor mij hoor. De vraag die ik aan u wil stellen, heer Biergaan. In der tijd, het is een poosje geleden hoor, had u twee jonge tieners in uw programma. Het waren jeugdige talenten, naar mijn inzicht. Een jonge man, die ook tevens een zanger was. Ja, ja. En een jonge dame. Ja, ik kan me herinneren, dat is een paar jaren geleden. Ja. Ja. Wat me benieuwd is, hebt u deze jonge mensen gevolgd? Wat is van hun leven terechtgekomen vandaag aan de dag? Waar zijn ze terechtgekomen? Ja, zover ik weet van die jonge man, hij is studerende. Oké. En hij zingt nog steeds, omdat ik met hem op Facebook zit. Dus ik volg hem. Wat die jonge dame aangaat, kan ik me herinneren dat contact had toevallig een keer met de ouders, maar dan moet ik wel die nog een keer gaan monitoren, zoals u dat zegt. Maar dat klopt inderdaad. U hebt u goed herinnerd, want dat is een hele poos geleden, hè? Ja, maar het waren jeugdige talenten, hoor. Oké, okay, ja, geweldig, inderdaad. En ik vind dat wij als samenleving talenten moeten koesteren. Oké, okay, ik zal even
die track record van die jonge dame. Ze zal nu op 10 jaar ouder zijn. Ja, natuurlijk. Om te zien hoe het met haar is gegaan. En nu uw vraag naar mevrouw Esset. Ja, ja. Mevrouw Esset, 2 korte vragen aan u. Is brainwaves, nogmaals, is brainwaves goed te praten? En erger nog, dat te stimuleren? Vraag 1. Vraag 2. Als u mij een job geeft, heb ik de vrijheid om mijn mensen te kiezen en de vrijheid om de job op mijn manier te klaren. En u als gever van de job het recht behoudt om in de afgesproken termijn het product af te leveren en het geleverd product te beoordelen. Zijn die twee vragen duidelijk, mevrouw Zet? Oké, ze heeft het begrepen en dan ga ik u bedanken en ik wens u een goed weekend toe. Dank u wel. Ga je gang. De beller had het over brain drain, hè? Ja, brain drain. Ja, nee, dat is nooit goed te praten. Omdat het kader van je land dan vertrekt, toch? Dus dat is een grote verschrikking wanneer dat gebeurt. Want je leidt de mensen op, je investeert in het volk, toch? Je hebt het ministerie van Onderwijs daar. En je hoopt dat op enig moment de mensen terug gaan geven aan die samenleving. Aan de andere kant zeg ik ook, je kan het de mensen niet verkwalijken wanneer men zoekt naar een beter bestaan, naar een hogere kwaliteit van het leven. Dus aan de ene kant is het vreselijk, maar aan de andere kant moet je als land het volk wel een reden geven om hier te willen blijven. Toch wanneer je bent afgestudeerd, het is niet zo lang geleden dat ik zelf ook ben afgestudeerd. Ik heb nog medestudenten die rechten hebben gestudeerd en nog geen baan hebben in dat gebied. Toch? En dan denk je van, je hebt dan je diploma daar, maar kom je wel aan een baan, A, en wat voor loon krijg je, want als het een karig loon is, maar je jarenlang moet studeren en zoveel moet betalen, dan vraag je af, is het wel waard? Dan om aan de bak te komen, moet je een netwerk hebben of een lijn of een connectie om überhaupt te komen aan een deugdelijke baan. Het is algemeen bekend, dat is komen dan met het patronagenetwerk. Wat het allemaal heel erg demotiverend maakt voor de jeugd om in Suriname te blijven. Even een vraag direct, maar rechten, hebben we niet een overschot aan mensen die op juridische faculteit zitten? Niet, maar als ze gaan studeren, ze ook een marktonderzoek doen, mm-hmm, om te weten, kijk, als ik nu begin en ik verduur over 4 jaar af, dat betekent, er zijn nog voor mij zeker 100 mensen afgestudeerd, is er wel werk, want je moet ook brood gaan verdienen uiteindelijk, toch? Klopt, er is de... Dat is maar een voorbeeld, hoor. Ja, ja. Het kunnen ook andere sectoren zijn. Het is een hele terechte vraag, want studierichting recht is een van de studierichtingen waar de mensen zich het meest voor inschrijven. Toch? Dus inderdaad, ik weet niet of er een overschot is, dat zal onderzoek moeten uitwissen, maar er zijn behoorlijk wat juristen. Maar tegelijkertijd zeg ik ook, als het echt je droom is, want toen ik begon bijvoorbeeld, dan zou je bijna ook al kunnen constateren, die markt is al een beetje vol, wat ga je zoeken daar in die studierichting. Maar ik ben gepassioneerd over het recht. Dus je schrijft je daarin omdat je wilt leren hoe het recht functioneert. En dan zal je hopen dat je een baan aan de bak komt. Maar dat zeg ik, het is... Als de mensen dromen hebben om zich te gaan ontwikkelen in een gebied wat zij vinden, dit is mijn talent, maar het land biedt aan de ene kant niet die nodige opportunities, dan creëren voor hun dan een gegronde reden om dan te zeggen, ik vertrek. Maar hebben we niet, wat is je mening ten aanzien van de scholing? Hebben we genoeg studiemogelijkheden om uit te vallen? Want ten opzichte van als we kijken naar Nederland, we nemen Nederland graag als voorbeeld, omdat we allemaal een vriend of een vriendin of een familie daar hebben. Heb je variëteit aan studiemogelijkheden, vooral op het hbo-niveau? Want sommige bedrijven willen het niet universitair hebben. Ze willen tegenwoordig alleen hbo'ers hebben. Klopt. Die gespecialiseerd zijn in iets en direct aan de job kunnen. Klopt. Hebben we die ruimte? Maar voor je gaat antwoorden. Want de beller. De beller. Hey, volgende keer als ik op vakantie ga, dan weet ik waar ik weer moet bellen. Goedemorgen weer in de uitzending. Bedankt voor het wachten. Goedemiddag. Ik heb een ander onderwerp. Gaat uw gang. Goedemiddag, mevrouw Esset. Goedemiddag, meneer Pirkan. Ik heb met namelijk naar de bank geweest gisteren. Ik weet niet of jullie ervan op de hoogte zijn. Ik moest geld opnemen, dollars. Maar $100 maar wilde ik hebben. En ik kreeg te horen dat ik geen dollars mag opnemen. In hoeverre weten jullie er wat van?
Oké, dank u wel. Ik heb het toevallig al behandeld in mijn vorige uitzending, maar ik wil het graag voor u herhalen. De banken hebben geen US dollars genoeg in voorraad. En meneer Cotino heeft toevallig een interview gegeven aan Dagblad Journaal. Ik heb toevallig voorman dat ik het vandaag ook zou behandelen. Want iedereen praat over geldzaken. En hij zegt, doordat er een beperking is, krijgen mensen dan ook gelimiteerd per week het aantal US dollars dat zij wensen. Dat is 150 Amerikaanse dollars. En maar hij zegt ook tegelijkertijd, dat is over het totaal bankwezen. Maar uw vraag ging niet zozeer over de dollars. Uw vraag ging erover dat in plaats van dat u dollars krijgt, ze u euro geven. En u wilt hoogwaarschijnlijk die euro niet. Want u kunt ook koersverschillen verlies leiden. Mm-hmm. En ik weet niet of ze die koersverschillen ook dekken voor die customer. Want als je mij euro geeft en ik wil die euro niet. En ja, dan ga ik verliezen en ik wil die Amerikaanse dollar. Dat is uw vraagstelling. Maar dat doen ze. En ze moeten daarop nog even antwoord geven. Want daarop heb ik nog geen antwoord op gekregen. En overigens, de mensen hebben het om hoogwaarschijnlijk niet gevraagd. Waarom als ik mijn Amerikaanse dollar wil, jij mij die euro geeft, je mag me niet opleggen. In welke valuta? Als ik euro heb gestolen bij de bank en ik heb gezegd bewaar het voor me, dan moet je me die euro geven. Maar zij kunnen niet naar eigen oordeel beslissen in welke valuta ik jou het geef. Ben je het eens met me? Absoluut eens. Okay. Die vraag is een hele interessante vraag en ik ben momenteel bezig met het onderzoek over de juridische grondslag daarvan. Want terecht, wanneer je geld aan de bank toevertrouwt, bank hou mijn geld voor me, zodat wanneer ik het nodig heb, kan ik het rustig komen halen in de mate waarin ik dat wil. En dan kan de bank je niet zonder meer komen opleggen, dat de bank jou geeft wat de bank vindt dat zij je moeten geven. Aan de andere kant heb je ook een situatie dat de bank, zeker dan gaan we nu naar de centrale bank, een functie heeft om de monetaire stabiliteit te bewaken in het hele land. Dus wanneer je merkt van, hé, er is een schaarste. Als ik nu aan alle klanten ga geven wat zij vragen, komt er een ergere economische situatie voor het hele land. Dan moet er worden gekeken naar de bankwet, in hoeverre dat verankerd is in die bankwet, dat het zo gebeurt. Want aan de ene kant kan je zeggen van ja, ik geef de mensen, want ze hebben hun geld hier toevertrouwd aan mij. Dus als ze komen en ze vragen me $1,000 of $2,000, dan moet ik het aan ze geven. Maar de vraag is, hoe verdisconteert zich en welke gevolgen heeft dat voor de economie in zijn algemeenheid? En die banken, vooral de centrale bank, naar de commerciële banken toe, is verplicht om daarmee rekening te houden. Want nu al gillen we zo hard, omdat het pijn doet, die situatie. En als de banken nou aan iedereen dat geld geven waar ze recht op hebben overigens, is het de vraag welke economische consequenties heeft dat en maakt dat het gat voor ons allen niet dieper. En daarvoor moeten we wel waken. Dus die bank zit denk ik ook in een tweestrijd. Aan de ene kant wil je de klanten geven waar zij recht op hebben, maar aan de andere kant is het ook de taak daar om te waken, dat is voor de centrale bank, voor die algehele monetaire stabiliteit. Eén vraag zou ik wel aan die bankiers willen vragen. Jammer genoeg, misschien wil een van die bankiers me bellen. Alsjeblieft, weet je. En als je toevallig niet luistert, kan iemand een van ze bellen. Waar zijn die dollars van die burgers? Want die burger heeft je dollar gegeven, een paar miljoen heb je ergens. Met goed vertrouwen, waar zijn ze? En waardoor is het tekort ontstaan, want ze hebben het gegeven. Is een hele interessante. En wat ik vermoed, dat waar wij voor moeten waken en wat de realiteit kan zijn, het moet worden onderzocht, is een financiële zwarte markt die aan het ontstaan is. Want op enig moment waren die dollars er wel. Het is niet zo lang geleden dat er zo'n erg tekort is. Dus ze zijn er, maar de vraag is, waar zijn ze nu naartoe gegaan? Want het geld stroomt ergens naartoe. Prima, we gaan hebben een beller aan de lijn. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Dit is Kul Ajorkul met Serena en Farid. Gaat uw gang. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ook mevrouw Serena, goedemorgen. Farid, goedemorgen. Goedemorgen. De vraag is eigenlijk, ga ik richten, in verband met de dollarverschuiving of de dollar die... Het belangrijkste, de grootste issue hier in Suriname is nu de dollar, dat weet je ieder. Een beetje verbaasd natuurlijk over hoe lang ik heb moeten bellen. God, het zijn veel mensen die hun zegje willen doen. En goed, maar dat is waarmee u moet dealen, meneer Farid.
Ik wil even teruggaan, hè. Als, zeg maar, onderdeel van mijn inleiding. Ik vond het zo geweldig. Ik bedoel dat het Duitse... Waar we weten waar de Tweede Wereldoorlog allemaal om ging en al die dingen die er gebeurd zijn. Ik las gisteren nog over Kristallnacht en zo. Maar als je hoort, als ik lees wat men schrijft over sorry, het klinkt zo romantisch bijna, zo goed. Het heet entschuldigen. Entschuldigen. En het geheel is entschuldigen zie. Die storing, die storong, aber is gecht om onzer overleven. En dat staat dus voor sorry voor het storen, maar het gaat om ons overleven. Meneer Farid, ik zie om me heen hoeveel mensen struggelen hier om te overleven. Ik weet niet. Met de zegen en de kracht van de Almachtige overleef ik het op een of andere manier toch nog. Maar zielig om te zien wat er om ons heen gebeurt. Maar ik blijf erbij dat deze regering die is komen besturen, dit niet heeft meegebracht voor ons. En daarom verbaast het me vreselijk dat er mensen, zoveel mensen nog steeds met een achterlijke manier van denken proberen deze regering nu al toch een dolksteek in de rug te geven. Kijk, ik kijk naar dingen die er gebeuren. Hè? Degene die prediken, onze Indiaanse Hindi, onze Surinaamse Hindi, wij die Dharma, alles kennen middels deskundigheid en al dat soort dingen. Als ik eraan even denk dat voor de president in het huwelijk trad, hè, wat ze hebben gedaan met de naam van Melissa Senitjeri. Kijk, wie het niet weet, dan weet je het niet. Dan neem ik je niet kwalijk. Maar het zijn mensen die zich als deskundigen van naar voren halen. Voor het huwelijk alleen maar de naam, hoe ze de naam verkracht hebben, om het zo te zeggen. Hè? Want kijk, iemand die een beetje Hindoestaans kent, weet, Senitjer, Etwaar, Boet, enzovoort. Senitjer is Senitjeri geworden. Boet is, Etwaar is Etwaria, weet je, en dat soort dingen. Maar je doet je voor als een deskundige, maar het gaat alleen maar om het beledigen. En dan kom ik terug op wat we zeiden, waarom we geen eenheid nog kunnen vormen in dit land, enzovoorts, enzovoorts. Het is omdat we elkaar zitten af te breken. Denk maar aan het Mundi gebeuren van de president. Wat er gebeurd is, wat er gezegd is door de radio, vooral door een bepaalde radio, zogenaamde talkshow presentator. God, ik schaam me dood als ik hoor wat die man allemaal verteld heeft. Dat wat de president eigenlijk bedoelde met Durga. God, je wordt er misselijk van om naar die dingen te luisteren. Want het zijn leugens. Kijk, als er iemand was, als er een station was die kon terugdraaien wat de president precies heeft gezegd. Heeft hij meer gezegd dan we zouden moeten kunnen absorberen. Want we kunnen nog iets absorberen. Hoe een man en een vrouw met elkaar moeten leven. Ha, Farid, ja. Hoe lang ben je niet getrouwd met je vrouw? He? Al, ik weet niet, misschien 20 jaar something. Of de kinderen zijn al zo groot. Nee, eigenlijk moet ik maar je hebt je gehouden aan die vrouw. Oké, laat me komen tot de vraag. Want ik moet mijn vrouw Farid vragen hoe ze die overleeft met mij tot nu toe. Maar goed, gaat wat u gang. Wat zei je, Farid? Ik hoorde u niet. Nee, ik zei, ik moet mijn vrouw vragen hoe ze het heeft overleefd tot nu toe met mij. Onder andere. Ik zal het een keertje doen als ik de gelegenheid krijg. Maar ik bedoel alleen maar, wat die man heeft uitgelegd. Hoe je een vrouw moet behandelen. Ja. Waar die liefde precies naar uitgaat. Want een vrouw is werkelijk. Elke vrouw is een afspiegeling van Durga Mata. In elk geval. Ja. Maar dit, prima. De moet vraag dan is natuurlijk. Mm-hmm. Ik vraag me af, laat me zo aan mevrouw Serena vragen. Ja, graag. Los van het feit dat ik er even wil zeggen, mevrouw Serena, je bent een
prachtig goed uitziende vrouw. Ik zie je niet op de televisie. Ik ben blij dat... Ik heb krant gezien. Sarkie is gelijk. Je kan goed je mannetje staan, vrouwtje staan in dit geval. Maar het is niet... het is niet de wond. Het is de heelmeester. Oké, okay, nu de vraag. De vraag is... Onze Chinese broeders en zusters die hier zijn. Voor Serena. Er zijn duizenden, meer dan de helft van ons land. Als je ze in een goede positie hebt en ze stellen vragen... komen ze telkens weer erop van... Maar vaak kan... Dat ding Chinese brarangas sahunu. De maik moto uit China. De man man tak no man taal. De maik is rijboos. De maik is die de keizerlijke behandeling. En behalve dat. Elke maand sturen ze. En je hebt duizenden. Als je optelt hoeveel dollars van ons elke maand het land weggaan. Naar China. Dus kijk. Er is. Ja. Wat kan er eigenlijk. Ah, dat is de vraag eigenlijk. Wat kan er eigenlijk gedaan worden. Om weg te maken, vooral die China, one China politics. En als ik even terugdenk, ja, ik weet nog toen Taiwan bekend heeft gemaakt van ze geven Suriname $1 miljard als ze alleen maar erkennen enzovoorts. Ik bedoel $1 miljard en toch werd het geweigerd toen. Maar is het niet baldadig dat we... onder het juk. Geen enkele andere bevolkingsgroep in Suriname. Ja. Maar we leven onder het juk van het communisme nog steeds hier. En we gaan verder. Maar ik grap zo met Taki dat na vraag. Oké, okay, dankjewel. Ik begreep het. Dankjewel. Oké. Okay, heb je je microfoon aan? Ja. Want je moet leren werken hier, hè? Ja. Ook onbezoldigd, hè? Onbezoldigd. Dat vooral. Dat vooral. Ik krijg er een resolutie voor, hè? Oké. Okay. Maar twee zaken die hij heeft geantameerd... is één, is die armoede. Mm-hmm. Is die armoede weer, waarop de vorige bellers ook al op zijn gegaan. Maar belangrijk is, heeft hij het over mensen. En hij heeft de Chinezen genoemd, maar het gaat niet alleen specifiek om de Chinezen. Het gaat om immigranten die komen werken in ons land. En ze exporteren hun inverdiencapaciteit naar hun land toe. Want dat zijn niet alleen de Brazilianen, de Cubanen doen het ook. Oké, okay, de Venezolanen doen het ook, de Brazilianen doen het ook. Maar er zijn mensen die zijn komen werken, maar met de bedoeling ook dat ze hun familie willen verzorgen in het buitenland. Het gebeurde ook omgekeerd met ons al jaren, want dat vergeten we, dat ook onze families in Nederland geld voor ons sturen. Ook een paar miljoen per jaar sturen voor familieleden die hulpbehoevend zijn. Dus ook, het gebeurt ook van de andere kant. Maar hij vraagt, komt er precies op neer, wat zou je eraan kunnen doen om het te doen verminderen? Ik denk dat we niet moeten kijken per se naar moeten we het verminderen, maar hoe moeten we het reguleren? En wanneer je hem gaat reguleren, want kijk, onze bevolking is klein. We hebben vaak genoeg bij verschillende uitdagingen een vraagstuk van schaal. Wanneer je gaat naar productie, dan is de schaal vaak een probleem, omdat die schaal klein is. Van het aantal inwoners dat wij hebben in Suriname. Dus ik denk dat het wat beter zou zijn, is dat je gaat moeten reguleren je immigratiebeleid. En dat ook gaat handhaven. En dan ook, net zoals hoe er een regulering is over het aantal dollars dat wij van de banken kunnen lichten, dat je dan ook een regulering hebt daarvoor, eventueel indien nodig, en dat ook gaat handhaven. Dus ik denk dat we eerder daarnaar moeten gaan kijken naar wat willen wij als Surinamer. Want het hoeft niet per definitie slecht te zijn dat er anderen hier komen, toch? We hebben het gezien ook in andere landen, als ik me niet vergis, is het ook in Dubai zo, dat je daar ook een heleboel immigranten hebt vanuit India die komen, maar dan wordt de zaak gereguleerd ten voordele van het land. Dus daarna gaan we moeten kijken. Oké, terwijl jij zat te babbelen, te praten, want ik kan jou de hele dag laten praten. Volgens mij heb je mij niet meer nodig om een vraag te stellen, maar is vrolijk bedoeld hoor. Ja. Ik kreeg net een droevig bericht en daar was ik even van stil. Is dat Gerald Vierklauw, u kent hem hoogwaarschijnlijk van Asago, hij is overleden. En waarom ik het heel droevig vind, is een man die veel mensen met zijn groep Asago heeft gezorgd voor veel plezier, humor. En waarom ik ook even stil ben, omdat ik vrij goed contact met hem heb.
Dus ik ben nog even echt stil. Ik kreeg dat net op mijn app. En de man die het hier voor me gestuurd is betrouwbaar, want je kan niet alle apps en dingen, maar ik vind het heel jammer, maar Veerklauw is overleden. En ja, wat moet ik zeggen? En als hij me appte, riep hij mijn onkel. Ik weet niet waarom hij mijn onkel riep. En de enige reden waarom ik veel contact met hem had, omdat ik die groep van hem, Asago, ook veel support ging geven. Ook veel support. En ik hoef je uiteraard niet te vertellen in welke vorm, maar ze kregen van mij wel veel support. Dus dat is een beetje heel vervelend nieuws. En dat maakt mij wel even stil. Ben je ooit naar de show van ze gegaan? Ik ben nog nooit naar een show geweest van Asago, maar ik weet dat het een groep is die voor veel humor zorgt. En ervoor zorgt dat grote delen van Suriname kunnen lachen en plezier hebben, ondanks de situatie waarin het volk zich bevindt. Dus ik ben er ook echt stil van. Ik vind het shocking en condolences aan de familie, als aan de nabestaanden en aan het Surinaams volk. Met het verlies van meneer Veerklauw, ik vind het vreselijk. Ik vind het heel jammer, ik heb nog zijn voice-app op mijn messenger. Hij deed het altijd op messenger, deed hij. Mm-hmm. Als hij boodschap moest inspreken, dan ben ik ook al even stil. En wat leer je eruit als je zo plotseling iets hoort? Althans, ik heb hem gekend, dus dat zegt mij hoogwaarschijnlijk een klein beetje meer dan jou. Maar hoe zou jij je voelen als je iets presenteert en je plotseling... Oh, iemand is weg die je hebt gekend. Het gevoel wat mij bij deze berichten altijd bekruipt is de realiteit van het leven. En dat wij hier op aarde zijn voor een bepaalde tijd. Want soms denken we zo ver van mijn bed show, maar een dag gaan we allemaal en we ons moeten afvragen... Wanneer onze beurt daar is dat wij zelf liggen in het graf. Wat willen wij hebben gedaan voor ons land? Voor de mensen in ons land? En ik denk dat meneer Veerklauw in elk geval een hele positieve bijdrage heeft geleverd aan Suriname. Ja. Door zijn talenten op die manier te gebruiken. Okay, ik zag er in de studio, ik heb net een foto op je app gestuurd van hem. Misschien kan je zijn foto straks even in beeld brengen. Zodat de mensen die... Want als je zelfs een foto brengt in beeld, dan weet je precies wie ik eigenlijk bedoel. Maar is heel jammer, heel jammer. Maar we gaan toch moeten doorgaan met die uitzending. Hè? Want zo gaat het leven eenmaal. Hè? Er zijn mensen jarig, mensen komen te overlijden. Maar je moet wel even doorgaan met je werk. Waar waren we gebleven? Ik weet niet meer hoor, want ik ben wel even geschrokken van dit bericht. Maar in elk geval moeten we wel dankbaar zijn voor de tijd die ons gegund is. Okay, ja, dat is een beeld. Dat is die meneer die u met een... Ja, hoe noem je zoiets? Een Anissa op zijn hoofd. Heel jammer. Heel, heel droevig bericht. Condoleren de hele groep Asago. En hij was de focal point van die groep naar mij toe. Hij was de focal point van Asago. Dus ik wens die hele samenleving heel, heel veel sterkte toe. Heel, heel veel sterkte toe. Dit is Kala Jorkel. En zo gaat het ook in deze uitzending. Je praat over vrolijke dingszaken. Je praat over zaken het landrakende. Maar je krijgt ook droevige mededelingen. En het is en blijft ook onze plicht om die droevige mededeling ook aan u door te geven. Prima. We gaan door, Serena. Ik denk dat we gaan groeten. Ik ben even eruit. Ja, ik kan me voorstellen. Ja. Groet jij die mensen? Hoe zou je ze groeten als jij deze uitzending zou willen presenteren? Ja, ik zou in de eerste plaats iedereen willen bedanken dat u heeft gekeken, dat u heeft geluisterd. Zeker de mensen die hebben gebeld, die hebben het heel erg spannend gehouden. En ik zou Suriname willen bemoedigen met hoop. Omdat dat is eigenlijk, men zegt, hoop doet leven. Dus ik wil Suriname bemoedigen met hoop. En ik blijf geloven, ik zeg het altijd, dat ik er echt in geloof. Dat er momenten zullen komen voor Suriname. Dat er een ware nieuwe wind zal waaien. Een wind zodanig van rechtvaardigheid. En dat wij ons allemaal moeten blijven inzetten voor ons land. Het is niet altijd makkelijk. Maar zoals hoe Gerald Veerklauw het heeft gedaan op zijn manier. Dat wij allemaal op basis van onze gaven, op basis van onze talenten die bijdrage leveren. Dat Oyip Makandra door deze harde tijd erop vertrouwende dat betere komen. Okay, en dan ga ik afscheid van u nemen. Ik zou het normaliter doe ik het altijd vrolijk. Maar ik ga u groeten. Ik wil Serena bedanken. We hebben 2 uur. Ja, we gaan 10 minuten eerder eruit dan gebruik. Maar
Een andere keer ga ik je weer roepen. Oké. En mijn dochter laat je groeten. Ambrien, ik heb Serena in de uitzending. Want mijn dochter is een fan van je, by the way. Zo tof. Dus ik weet niet of ze voor je heeft gestemd, dus dat weet ik ook niet. Maar ook waarschijnlijk zou je 402 hebben gehaald. Oké. Okay. Nee, heel hartelijk dank dat ik hier mag zijn. Ik vond het een eer. En ook de groetjes terug aan Amrien. Oké, dames en heren, ik bedank u. Ik condoleer nogmaals de hele toneelgroep Asago. Ik condoleer de nabestaanden met het heengaan van Gerald Vierklauw. We gaan heel droevig eruit. Ik had het niet zo gewild. Maar inshallah ben ik er weer woensdag met een andere aflevering van Rashid Pirkan's Kalajakal. Ram ram namaskar, goede avond, assalamu alaikum. Dit was Fadi Pirkan. Voor een Shipirkans Kalajorkel. Dag.